Middernacht, het begin van maandag 23 juli. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Utrecht is een deel van de wijk Kanaleneiland weer vrijgegeven. Bijna de hele wijk was uren afgesloten voor onderzoek naar de aanwezigheid van asbestdeeltjes. Voor het gebied met honderden woningen gold een noodverordening. Niemand mocht erin of eruit. Een flat met 48 woningen aan de Stanleylaan in Kanaleneiland is ontruimd. Het kankerverwekkende asbest kwam maandag vrij bij de renovatie van twee flatwoningen. Vier Nederlandse scholieren hebben op de internationale natuurkunde-olympiade een bronzen medaille gewonnen. Ze horen daarmee tot de beste natuurkundeleerlingen ter wereld. De vier, die in de zesde klas van de middelbare school zitten, gingen de afgelopen week in Estland de strijd aan met andere whizkids uit 81 verschillende landen. Een vijfde Nederlandse natuurkunde-fanaat wist geen medaille te behalen. Vorig weekend won een Nederlands team van wiskundeleerlingen al een gouden medaille bij de internationale wiskunde-olympiade in Argentinië. Een schietclub in Colorado heeft een paar weken geleden de man die een bloedbad aanrichtte in een bioscoop als lid geweigerd. Volgens de club kwam James Holmes over als een rare jongen. De eigenaar zegt onder meer dat hij zijn antwoordapparaat op een vreemde manier had ingesproken. Holmes schoot twee nachten geleden in een bioscoop bij Denver 12 mensen dood. Hij wil nog steeds niet zeggen waarom hij dat deed. De Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen heeft in Oslo opgetreden op het herdenkingsconcert voor de 77 slachtoffers van de aanslagen vorig jaar. Springsteen zong We Shall Overcome. Alle aanwezigen, ook de leden van de koninklijke familie en de regering, hielden een rode roos omhoog. De aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya waren vandaag precies een jaar geleden. Dan nog het weer. Vannacht plaatselijk mistbanken. Morgen overdag opnieuw zonnig en het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en lang leven de koningin. Geen idee wat dat ermee te maken heeft. Mijn naam is Jan Heemskerk en 2012 van een topzomer. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, we hebben twee dagen mooi weer gehad. Ja hoor. Ah, wat maakt het uit? Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radioshow. Ja, ja. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. De SP is een groot gevaar voor het land. Precies. En echt Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus is het eindelijk mooi weer. Maar ga je, omdat het nou eenmaal al georganiseerd is, toch demonstreren tegen de regen? Zoals een stel idioten in Amsterdam, Jan. Dan ben je een ontzettende Johan. Dat kunnen we wel zeggen. Dan ben je een enorme Johan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Tjap, 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 tjap. Ja, de eerste in echte Jan of Johan is niemand minder dan de man die vroeger beter kon verdedigen dan praten. Frankie de Boer. Als je de homo bekijkt, denk ik. Iets wat minder asportief meestal, denk ik. Ja, de trainer van Ajax die werd door kinderomroep BNN gevraagd. Waarom er zo weinig homo's in de top voetballen? En volgens Frankie kwam dat omdat homo's nou eenmaal geen goede motoriek hebben. Nou ja, de Boer, dat is wel heel erg onaardig. Voor de nieuwe directeur voetbalzaken, Mark Overmars. Hi, Mark. Want die kon toch echt een lekker ballen, laten we zo zeggen. Liever zegt hij, kon ja, ook heel goed. Daar ging het gerucht over, dat hij ook van de mannen was. Heel goed Mark Overmars, kom aan, denk als de beste. Overmars. Dan kan je toch niet, wat is dat nou voor geleuter? Zeg Jan, hey, luister. Dat je dan zegt, ja, die homo's zijn die, wat minder asportief dan de rest. Bewegen. Dan ben je toch een lul of wat? Ik weet niet wat hem bezield heeft. Maar hij volgens mij heeft hij al kampioen dit jaar. Dus ja. Frank, het is je vergeven. Maar denk even na voordat je wat zegt, vriend. Maar deze week toch wel een Johan, hoor. Nou, en er komt nog iemand die altijd goed nadenkt voor die, wat hij wel zegt. Kees van der Staaij. Ik heb geen principieel bezwaar tegen het openstellen van passief kiesrecht. Daar hebben we het dan over. Ja, nou, dit was Kees van der Staaij niet, hoor. Nou. Dit was hem niet. Is ook wat. En nou dan? Ja, nou ja, whatever, maar dat was hem niet. Nou, ik doe wel Kees van der Staaij. In ieder geval, dan doe nu even Kees van der Staaij. Ja, dat was hem.
Heel goed. En ook Kees van der Staaij wil het passief kiesrecht misschien wel even openstellen. Zal jouw passieve kiesrecht even openstellen? Nou, de baas van de SGP dus, die wil nog steeds geen vrouwtjes op de kieslijst. Volgens de mannenbroeders kunnen de meisjes namelijk alleen afwassen en kinderen baren. Maar de rechter van het Europese Hof, de recht voor de mens, zet een dikke streep door deze discriminerende regel. Ja, precies. En dat is maar goed ook, want er zijn heel veel goede vrouwelijke politici, toch Jan? Ja, ik kan er toch wel een paar noemen. Zeker. Ik noem hele goede vrouwelijke politici. Ik noem... Mirjam, nee, dat is niet ik noem... Van Tiemen. Hele goede vrouwelijke minister. Ik noem... Schippers? Spies? Laat me hangen. Roland Plasterk! Ik denk dat we als Partij van de Arbeid voor de inhoud altijd moeten blijven staan. En willen zeggen, we willen Europa dat zich wel bezighoudt met... en dat ze met bepaalde dingen niet bezighoudt. Ja, ome Roon, die heeft dus dit programma natuurlijk mogelijk gemaakt. Ja. Dus laten we zeggen, nee. Die man kan geen fout doen. Nee. Geen fout wordt over ome Roon. Nee. Maar het is toch wel een ongelofelijke zakkenwasser, hoor. Want hij liet namelijk op Twitter een foto zien van een door de EU gesubsidieerd fietspad. En die zei dus, ja, kijk eens jongens, dit doet Europa ook helemaal te gek voor ons Nederlanders. Want zij leggen dus ook een fietspad voor ons aan. Dus wij betalen 40 miljard aan Spanje. En wat krijgen we terug? Een fietspad. Een moeder neukt een stukje beton om op te fietsen. Omeroom! Het is beter. What the fuck is dit nou, gast? Het is beter. Doe nou eens. Nee, maar dat trapt toch helemaal niemand in. Een foto van een bordje of van een fietspad. En dan denken we, oh ja, nou eigenlijk wel goed dat we heel veel miljard pompen in de EU. Want we krijgen een fietspad terug. Dan leggen we dat fietspad toch zelf even aan. Houd toch als je... Nou, Omeroon, met alle liefde, Johan. Bradley Wiggins. Fucking wipe me out of the camera, stupid. Nou, een welbespraakte Engelsman won met twee vingers in zijn neus en een derde bal in zijn broek de Tour. Dat is natuurlijk heel erg knap, want het blijft een behoorlijk end fietsen, laten we wel wezen. Maar had geen enkele concurrentie behalve van zijn knecht. Vroom. Maar die moest gewoon zijn bek houden en tweede worden, want Wiggins houdt trouwens ook van een borreltje. Wist je dat, Jan? Ja, mooi hè. Dat maakt hem echt een mens, hè? Oud alcoholist. Als voormalig alcoholist toch nog de Tour kunt winnen. Je weet dat ik niet drink, dat ik daar niet van hou. Ik ben van een bouwknoop. Nee, ik hou niet van alcohol, is niet mijn dingetje, weet je wel. Maar ik vind het toch wel knap dat je zoveel hebt gesopen in je leven en toch die hele pokkerrit uitziet. Jij bent ook een wielrenner, hoor ik. Ik ren graag op de wiel. Ja, nog gauw 90 kilometer per dag. Hè. Twee dagen geleden. 37 kilometer per uur. Loop jij zo. Helemaal niks aan de handje, joh. Nou, goed, in elk geval. Zullen we verder met de show dan? Zullen we even Bradley Wiggins even een echte Jan noemen? Want laten we eerlijk zeggen, of hij nou vol met doop zit. En dat zit hij vast. Vast en zeker. Helemaal volgepland met doop. Maar toch is het knap dat je dat hele pokken stond uitfiets. Ja, of niet? Ja, en wint. Nee. Nou, sowieso. Ja, hey Bradley, als je dit hoort, gefeliciteerd Vlaamstaart. Ja, en de groetjes. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Vorige week beweerde hij in Echte Janne dat aliens al lang onder ons zijn en precies lijken op mensen. En we vroegen hem toen, dan moet je ook bij ons komen en een buitenaardse vrouw meenemen. En dat wilde hij best. Dus nu is het zover. Wij heten onze gasten dus van harte welkom. UFO-deskundige en aanstaand Kamerlid namens de UFO-partij Anton Teuben en mevrouw... Alien dan maar. Alien noemen we dan gewoon. Mevrouw buitenaards. Mevrouw Mars. Dingetje. Mevrouw Jupiter. En als jullie dan Andromeda. Denken... Andromeda. Ja, nee, maar omdat we namelijk zeggen dat zeg maar de buitenaardse wezens lijken op mensen. En dan hoor je die mevrouw zeggen, die heeft wel een heel raar stemmetje. Smurfin noemen we er. Een beetje Smurfin. Punt is, deze mevrouw heeft toch gewoon een normaal leven. Dus die wil niet dat zeg maar de kapper zegt, hey. Dat ben is, jij dat niet is, die alien? Hey, dat is Anita. Dus haar stem is een beetje vervormd. En dan moet je er niet op beginnen van... Ja, dan hebben ze vast weer een van een stagiair neergeflikkerd... die dan een alien speelt. Nee, het is een echte dame. Nou, dus niet het gezeik dat we morgen krijgen. Oh ja, en we mogen ook geen webcam. Dus dan kunnen we hier wel veilig zeggen... dat het ook nog eens een hele knappe dame is, Jan. De webcam staat ook uit? Ja. God, nou, je ziet ons waarschijnlijk wel, maar en Anton waarschijnlijk. Maar ik zou de grote daar mis je verder weinig aan. Maar ik ben blij dat jullie tevreden zijn. Wat een hele grote grap. Ik ben blij dat jullie hartstikke tevreden zijn. Nee, gelukkig. Nee, maar als je zegt van, ik geloof er allemaal niet in, dan moet je nou even kijken. Ja, je ziet het dus niet. Nee, maar het is volgens mij. Nee, best vriend. Dus het is al klaar als het jullie betreft. Ja, wij zijn voor. Laat die invasie maar komen, hoor. Als ik dat eerst vind ik het prima. Maar goed, dames en heren, jongens en meiden. Kijk, een glimlach op ons lip, hoor. Ja, zeker weten. Echt, Jan, luisteraars, we zijn hier dus met... Anton Teuben van de UFO-partij, maar het heet niet de UFO-partij, hoe heet het nou? Nee, het heet SOPN. En jullie verwachten 76 zetels, heb ik gelezen. Ja,
In bepaalde opzichten verwachten wij zeker 76 zetels. We hebben 76 kandidaten. En, maar dat is ook wel handig. Dat hebben we direct 50 maar, en je hebt 76 ja, zetels. We hebben direct maar 76 kandidaten hebben we gekregen. Een historisch feit. Want er is nog nooit een partij met 76 kandidaten gekomen. Maar de media maakte er direct zetels van. Ja, we zijn er dolblij mee. En, dus, maar in de peilingen staan jullie op nul? Ja, we maken ons geen zorgen. Nee, dat komt nog goed? Ja, dat komt helemaal goed. Maar het is heel snel 12 september in. Ja, het is heel snel 12 september, om precies te zijn 50 dagen. Dus het feest gaat nu beginnen. Jullie gaan vanavond. Wij hebben eerst, vanavond ja, we knallen. Moesten natuurlijk in 3 maanden moesten we alles voor elkaar boksen. De kandidaten, de ondersteuningsverklaringen, de hele boel op de kar zetten. Kijk. Het loopt. In Nederland zijn duizenden mensen op dit moment bezig Kijk. Om reclame voor ons te maken, voor SOPN. Politiek bedrijven we niet. We staan voor de standpunten die we hebben. En die ook heel duidelijk in het partijprogramma en in het manifest staan. Dat kan iedereen lezen op SOPN.nl. En dat betekent, we zijn een participatiepartij. We willen dat de mensen niet langer dom worden gehouden. En daarom zijn we ook dolblij dat we hier zitten. Ja, als we één ding niet willen, is de mensen dom houden. Want we proberen elke week de mensen te verheven. Ja, ik zeg, jongens, pak ons beet bij tante Greet en bij zijn reet. Want we gaan met z'n allen vooruit. Ik wist het. Bij Diana zitten we op het juiste adres. Dat dacht ik wel. Helemaal. In het eerste blokje doen we altijd even wat afkwaliteiten. We gaan straks zeker over jullie Hij heeft de afgelopen 2 uur geen woord gezegd. En zeker over waar u vandaan komt. Een grote spraakwaterval. Zie je nou door mij te lopen? Ja, je hebt de afgelopen 2 uur ben je stil geweest. En ineens is het los. Ik werd voorspeld. Van 2 uur zegt hij niks. En om 12 uur gaan die oogjes net als bij een alien. Dan is het bijna dood. Zo'n Disney figuur. Nou, ik denk dat we straks met mevrouw X gaan praten. En ik denk dat wij wel bij elkaar dicht in de buurt komen. Ik zou je vertellen. Ik denk maar dat jij ook van Mars komt, joh. Wat we nu even genoeg gaan, even de actualiteiten doornemen. Meneer Teube, u bent natuurlijk een van de bazen van nou ja, de SOPN. SOPN, dat is een groep mensen. Maar wij noemen dat gewoon de UvO-partij, als u het niet heel erg vindt. En zo'n Wiggins, die zo'n tour wint, is dat outer space? Nou, deze man die heeft wel krachten, die zijn ongelooflijk. Want ook ik hou van de Tour de France en ik heb ook gezien wat hij kan. Maar of dat out of space is, dat weet ik niet. Of dat weet hij zelf, dus dan gaat hij het wel zeggen. Nee, maar omdat u de mogelijkheid openlaat dat mensen ook, zeg maar, out of space kunnen zijn. Ja, nou, ik bedoel, dat, eerlijk zeggen, dat zie je. Ik rij wel eens een stukje fiets. En als ik terugkom na 80 kilometer, denk ik, nou, ik kan mijn benen gewoon afzetten. Ja, dat is bij mij ook zo, moet ik eerlijk zeggen. Ja, deze gaat 240 kilometer te gek de berg in. En dan denk je, nou, knap hoor. Ja, gek hè. Is je klemzuipen, zoals je net al zei. En dan inderdaad dat kunnen opbrengen om dit te presteren. Dat is ongelooflijk. Dus wat kan een menselijk lichaam? Dat is ongelooflijk. Ja. Nou ja, goed, over een menselijk lichaam gesproken. De SP die staat weer als de grootste in dit land, bekend in de peilingen. Ja, de UvO-partij is natuurlijk helemaal nog niet bekend. Mevrouw, hoe zou ik u noemen? Laten we even met elkaar dan een soort van naam afspreken. Codenaam. Want mevrouw X is over zo'n kutje. Het is wel een heel erg rare stem. Dit, die heb ik eigenlijk al gezegd tegen jullie. Selena. Oh ja, zie je wel. Selena, dat was het ook. Ja. Ik denk misschien is dat je echte naam. Dan wil je dat niet dat ik dat zeg. Nee, ik heb die naam gegeven aan jullie. Zo van die gebruik ik hier. Oh, nou, beter toch. Dan zijn we eruit. Selena, nou. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben hier meneer van de UvO-partij. Maar met een stemmetje begin ik een beetje gevoel te krijgen dat we hier bij een meeting van de pedopartij zitten. Als ik heel eerlijk ben. Ik wil het zelf liever niet horen, hoe het klinkt. Nee, nou, ik denk dat ik mezelf niet zou herkennen. Je hebt groot gelijk, maar ga dan maar Smurf bij je zoeken. Maar goed, Smurf in, wat dacht je van? Emile Roemer als premier, is dat een idee? Nou ja, als mensen me maar serieus kunnen nemen, ondanks dit stemmetje dat ik nu op dit moment heb. Denk ik. Ja, wel, maar de stemmetje maakt geen moer uit. Het gaat erom wat je zegt. Ja, precies. Goed. Maar u bent out of space. De Socialistische Partij aan het bewind in Nederland, is dat wat volgens u in de uwe? Nou, nee. SOPN heeft toch mijn stem. En ook omdat het meer over bewustzijn gaat. Het gaat om verruiming van bewustzijn. Het gaat om een heel nieuw soort stelsel neer te zetten. Iets wat voor bewuste mensen is. Toch een verandering in de hele maatschappij. En daar ga ik ook wel voor. En ik denk dat we daar ook aan toe zijn. Mag ik iets raars vragen? Mag je eigenlijk stemmen? Ja, natuurlijk mag ik stemmen. Dat weet ik veel. Ik kom toch hier niet vandaan. Wat zie je voor je? Ik zie een gewone vrouw. Ik zou, als ik u zo op straat tegenkwam, zou ik denken, god, wat een leuke, aantrekkelijke vrouw loopt daar. Dus een mens, denk ik dan. Maar aangezien Anton ons vorige week verteld heeft dat u toch echt ergens anders vandaan komt.
Dan vraag ik me af, hoe kom je dan aan een paspoort bijvoorbeeld? Of kom je als baby? Nou, ik vind dat zo'n domme gedachtegang. Nou, dat vind ik ook, zegt Jan. Wat is er? Maar leg het dan uit. Normaal had je een lul op het nachtkastje liggen, maar nou liggen je hersenen daar. Hoor. Dat is niet te geloven, toch? Dat begrijp je toch ook, maar die vraagt toch een paspoort. Heeft u een paspoort? Ja, moet ik daar antwoord op geven? Nou, het zou wel lekker zijn eigenlijk. Nou, wat denk je? Ik denk van wel. Ja, nou, dan zijn we daar ook weer uit. Goed, ja. Nou, dan hebben we dat toch ook weer gehad. Dan zitten jouw hersenen goed in elkaar. Nou, lieve mevrouw, en dat zit u helemaal mis. Maar dat maakt helemaal niet uit. Meneer Teuben, u wil de kamer in. Dus laten we ook maar gewoon even serieus met elkaar gaan praten over de dingen die op aarde spelen. Dat is namelijk Griekenland. Griekenland is dus bijna failliet. Het is bijna afgelopen. Het IMF die zegt, krijg lekker de pleuris, jongen. Ja. Jongen, we pompen de gelden, maar er komt helemaal niks uit. Wat vindt u daar nou van? Nou ja, het is hetgene wat we uiteraard hadden verwacht. Er is ook geen andere keuze. Zo gaat Griekenland en zo gaat denk ik heel Europa. Dus het is tijd voor een ander stelsel. Er is geen econoom die op dit moment de oplossing weet. Dus het wordt tijd dat we inderdaad overgaan naar iets wat rentevrij is. Dat alle schulden aan de kant gaan en dat we gaan naar een basisinkomen. En dat hebben wij allemaal in ons partijprogramma staan. Een basisinkomen als zijnde iedereen hetzelfde? Iedereen hetzelfde. Een basisinkomen, iedereen eenzelfde salaris. En dus zeg maar een communistisch systeem is dat? Dat je kunt er een naam aan geven. Wij geven er geen naam aan. Dat is gewoon een standpunt waar we voor staan. Nee, maar is wel zo. Wil je inderdaad deze wereld nog redden, dan zul je inderdaad wat moeten gaan doen wat drastisch is. Maar dat is wel zo. Maar in het verleden was er maar één systeem die dat ook heeft geroepen. Ja. En dat was het communistisch systeem. Dus dat zou je zo kunnen zeggen. Wij zien die link niet. We worden er uiteraard weer mee geconfronteerd. Maar ik denk dat als mensen goed het partijprogramma lezen en het manifest lezen en de thema's lezen, dat er wel heel iets anders staat dan wat jij benoemt. Maar vindt u het niet zo dat mensen die bijvoorbeeld 12 jaar hebben gestudeerd, dus helemaal de pestpok hebben geïnvesteerd in hun eigen toekomst, dat die op een gegeven moment hetzelfde verdienen als iemand die dat niet heeft gedaan? Nou, dat hoeft niet. Dat het helemaal eerlijk is. Dat hoeft niet. Als zij meer willen verdienen, iedereen krijgt een basisinkomen waar iedereen van rond kan komen. En willen ze meer verdienen, dan gaan ze maar meer werken. Oh, dan mag je erbij gewoon bij dan verdienen? Dan ga je er gewoon bij werken. Oh, dus iedereen die heeft een basisinkomen, juist, op die manier. En dan mag je er gewoon lekker bij snabbelen. En dan snabbel je erbij als jij dat nodig vindt en meer luxe nodig hebt dan jij wil. Maar ik wil zeggen, antwoord, eerst die schulden moeten weg. Daar gaat het eigenlijk meer. Ja, net dus zoals in IJsland. Ik bedoel, IJsland wordt in de media amper benoemd. Anders kom je er niet meer maar uit. Maar je kunt zien dat je dus in een hele korte periode, wat IJsland ons heeft gedemonstreerd, de bevolking heeft zelf de nieuwe grondwet gemaakt. En je ziet dat een land in een korte tijd weer een van de meeste, of het meest bloeiende land is van Europa. En zo wordt ook basisloon, bijvoorbeeld in Brazilië wordt daarover gesproken. In Japan is erover gesproken, want iedereen ziet op dit moment dat het naar de knoppen gaat en er is geen enkele oplossing. En dan moet je inderdaad drastisch veranderen. Maar een basisloon betekent dus dat de ene heel hard werkt en minder verdient dan hij eigenlijk zou verdienen. En iemand anders die doet iets minder en die krijgt meer dan die zou verdienen. Ik denk, er zit nog wat anders achter. Ik bedoel, wij gaan er ook vanuit dat we het talent wat mensen hebben gaan belonen. Dus iedereen gaat datgene doen waar hij goed in is. Maar dan ga je ook met plezier naar je werk. Dus de hele boel moet gewoon om. Als jij met plezier naar je werk gaat en je doet iets wat je leuk vindt, dan ben je gemotiveerd. Dan krijg je er energie van. De meeste mensen die doen nu de meest domme baantjes en onnodige dingen. Want de hele ambtenarenwereld, nou, we lopen er dagelijks tegenaan. Het is een ramp. Ik denk dat we deze mensen dolblij maken met de invoering van dit systeem. En ik kan je ook zeggen, we krijgen reacties vanuit alle hoeken. Er komen mensen van alle mogelijke partijen bij ons die inderdaad nu op ons gaan stemmen. Omdat die ook verder kijken dan hun neus lang is. Want als geen econoom een oplossing weet en ook de Europese Unie en noem maar op geen oplossingen hebben, ja, dan gaat het fout. En dan krijg je deze situatie nu met Griekenland. En je moet maar eens opletten wat dat voor gevolgen heeft. Schets nog heel even voor mijn begrip. Want zoals vrouw zegt, ik ben niet zo heel vlot. Wat gaan we doen? De schulden heffen we allemaal op. Dat verdwijnt. Dat doen we niet meer. Dus iedereen schuld zijn morgen weg. Spreken met elkaar af, schepen allemaal af, weg. En iedereen gaat. Als het stelsel valt, dan moet je natuurlijk iets doen. De mensen kunnen op dit moment hun schulden ook niet meer betalen. Dus als je kijkt in Amsterdam, 100.000 mensen die zitten met een schuldenlast. 100.000 gezinnen. Over hoeveel mensen hebben we het dan? Een kwart van de jeugd. Dus 100.000? Op dit moment, ja, 100.000 gezinnen. Dat zijn zeg maar 400.000 mensen gemiddelde gezinnen. En dan heb je ook nog eens een keer de jeugd, waar 25% werkloos is. Dat is vanaf nu is dat weggestreept. En dan gaat iedereen iets doen waar die goed is en is er gelukkig van wordt.
tegen een basisloon. En als je dan harder werkt, dan mag het ook. En dan verdien je meer. Dat is kort samengevat. Ja, ik denk dat iedereen het voor zichzelf wil komen. Het is natuurlijk nog geen 12 september. We gaan nu, we hebben alle plichtplegingen hebben we in principe afgerond. En het is nu de taak om de bevolking op te zoeken. En dat is natuurlijk, ja, dat is een hele klus. Maar we doen dat met duizenden mensen. En dat is erg fijn. Want in Nederland zijn duizenden mensen actief om inderdaad deze nieuwe begrippen naar voren te brengen die iedereen direct nog niet snapt. Maar als je je erin verdiept en een beetje verder kijkt dan je neus lang is, dan is het voor iedereen begrijpbaar. Mevrouw, u komt out of space en u stemt op de SOPN. Vandaag, of tenminste vandaag, deze week is bekend geworden dat de SGP, dus de christenfundies, die moeten toch ook vrouwen op de lijst gaan zetten. Wat dacht u daar als alien vrouw van? Nou, dat zal een omschakel zijn voor die partij. Als ze daar vrouwen in de partij moeten gaan brengen. Ja, dat is toch voor die partij christelijk gezien toch moeilijk om dat in te kunnen brengen. Ja, zeker, maar hoe zit het buiten aarde? Hoe zit de schaling tussen mannen en vrouwen? Zijn mannen daar ook meer waard, zoals bij de mannenbroeders? Nou, nee. Dat is gelijkwaardig. En dat is ook bewustzijnsvormen die ik ken, waar ik ook vandaan kom. Die hebben ook gelijkwaardige bewustzijn. Dus het bewustzijn van man-vrouw staat op gelijke voet. En heb je ook de vrouwelijke energieën die hier op aarde komen. Vanuit andere buitenaardse, Venus bijvoorbeeld. Die hier het vrouwelijk inkomen brengen om toch die verandering mee te werken. Dat het mannelijke wat hier geheerst heeft omgezet wordt naar ook de vrouwelijke energieën, dat die ook geaccepteerd gaan worden. Dus u zegt, zeg maar, het probleem op aarde zijn, zeg maar, testosteron, de mannen die zeg maar de boel beheersen. Ja. En de vrouwen van buiten aarde die zeggen van, nou, tegen de jongens van buiten aarde, laat ons dit klusje maar oplossen. Want die hebben meer vrouwelijke invloed nodig. Ook. Nou, ik ben er helemaal mee eens hoor. Ik ben hoe meer vrouwen weten. Wij zijn het er ook helemaal mee eens. We hebben gelukkig heel veel vrouwen ook op de lijst staan. Want op dit moment is inderdaad de inbreng van vrouwen is zeer belangrijk. Dat kan ik absoluut onderstrepen. En het is ook nog eens een stuk gezelliger ook. Nou, en een stuk fijner ook. Nou ja, het is ook wel leuk om tegenaan te kijken. Maar is dat ook de reden waarom u hier naartoe bent gekomen, naar aarde? Dat onder andere. Dat u bent gezonden omdat u vrouw bent. En, omdat u omslagpunt wil bewerkstelligen met uw vrouwelijkheid. Dat is één deel ervan. Maar dat is maar een heel klein deeltje ervan. Nou, over het andere deel gaan we nog zeker. Ja, ik wil net zeggen, want het is tijd voor iets. We komen straks erop terug. Ja. Want het wordt interessant. Wat juist de reden is waarom u hier bij ons bent. Om ons klaar te maken. Want eigenlijk bent u hier om ons klaar te maken, toch? Voor het contact. Als je het zo wil bekijken, ja. Nee, ik bedoel niet op een andere manier klaarmaken, hoor. Zeg alsjeblieft. Nou, we zullen gereed stellen. We ben je nog wel gereed gesteld? Ja, ik ben vanmorgen op een potje gereed gesteld, jongen. Dan wel twee keer. Maar wat maakt het uit ook? Het is ondanks deze buitenaardse wijsheid namelijk tijd voor wat wijsheid van hier, van de koude grond. Hier is La Vie en Rose. Ik heb niet bijster veel met het Koningshuis. Liever gezegd, ik vind het een grote onzin. Maar als ik bedenk dat we anders een president krijgen, word ik niet veel blijer. Natuurlijk zou het democratische gehalte een stuk verhogen. De president wordt immers gekozen. Maar als ik naar de politieke peilingen kijk, weet ik nou niet of we een normaal denkend mens op de troon krijgen. Want op een troon komt hij te zitten. En in een paleis. Met hoge toelagen. Erg veel verandert er dus niet. Dus laat die oranje set dan maar doen. En laten we eerlijk zijn, het lijkt me ook een klotenbaan. Je hele leven iets spelen. Want het is een sprookje waar niet alleen het volk, maar ook de koning zelf in moet geloven. Enfin, laat Bea haar werk maar afmaken. En laat daarna die windbuil van een zoon van haar die zetel maar overnemen. Oh jeetje, zei ik nou windbuil over onze toekomstige koning met zijn dikke ronde kop en zijn veel te mooie vrouw die heus niet op zijn gele gebit is gevallen? Oh jeetje, beledig ik nou onze aanstaande vorst en zeg ik dat zijn Latijns-Amerikaanse meisje een ordinaire golddigger is? Ik moet oppassen. Deze week is er een man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen gevangenisstraf omdat hij de koningin heeft beledigd. 90 dagen de knast in voor iets naarzeggen tegen iemand die toevallig een kroontje op haar hoofd heeft gekregen bij haar geboorte. Normaal moet je in Nederland iemand aanranden, een HEMA leegklauwen en daarna een nest jonge hondjes verzuipen, wil je überhaupt een week in de bak terechtkomen. Maar de queen uitschelden, dat kost je dus 3 maanden. Onze BR kwam ook nog in het nieuws
omdat ze niks wil inleveren van haar jaarlijkse toelage van 830.000 eurotjes per jaar, ex de andere toelages van miljoenen. Wel de bevolking oproepen de Brooklyn aan te halen, maar zelf geen cent willen inleveren. En oh ja, de man die haar beledigde noemde haar een oplichter en een zondaar. Het is toch ook wel zonde dat ze niks wil inleveren en het lijkt wel oplichting. Oeps. Nou. Ja, we pakken er weer even op. Het klonk wel of ik beschonken was toen ik het insprak. Maar daar geloof ik bijna niks van. Nee, daar geloof ik niks van. Pakken we weer op waar we gebleven waren. Anton Teuben beweert dat buitenaardse wezens al lang en breed onder ons leven. En dat hebben we vanavond, dan maken we dat ook mee, vermomd als doodgewone mens. Nou, doodgewoon zou ik onze gast niet willen noemen. Maar we hebben hier dus een buitenaardse dame zitten en we gaan eens nader kennis maken. Nou, net zat ik er al helemaal naast met mijn vragen over de paspoorten. Dus ik... Hoe is het goed om te vragen? Ja, voor mij voelt het nog een beetje vreemd. U komt ergens anders vandaan. U bent hier dus op zeker moment let gekomen. Op. Waar komt u vandaan? Dat is toch een hele goede vraag, of niet? Waar kom ik vandaan? Ik ben een beetje voorzichtig geworden. Nee, moet je niet. Maar doen. Dat kan. Nee, waar komt u vandaan? Ik kom van veel verschillende soorten bewustzijnsvormen vandaan. En planeten waar ik geleefd heb. Oh. En dat zijn onder andere de Pleiaden. Waar? De Pleiaden. De Pleiaden. Is dat bij Ibiza daar? Nee, mensen kunnen het beste even gewoon op internet opzoeken. Ja, want het is een bewustzijnsvorm. Maar het is geen planeet? Ja, zeker. Het is een planeet, ja. Ja, het is een stelsel. Een stelsel. Oh. Ja, oh, ja. En dat heet de Pleiaden. De Pleiaden. Ja. En die zijn ook heel vaak op aarde geweest. Hebben ook geholpen om bewustzijnsverandering... hier toch mee te helpen. Dus mensen daar bewust in te maken. En te laten weten ook over andere bewustzijnsvormen. Zij zijn daar ook wel de, de dragers van geweest. Van de kennis daarover. En Sirius, dat is ook een stelsel waar ik geleefd heb. Maar begrijp ik het goed dat het stoffelijk omhulsel waarin we u nu zien, dat is maar een verschijning. En daarbinnen bevindt zich iemand iets wat vanuit verschillende bewustzijnslevels bestaat. Laat ik zo zeggen, ik ben ook mens. Oké, kijk, daar komen we ergens. Oh, maar hoe kan dat verklaart dus mijn vraag eerder. U bent ook wat ik zie, maar daar is meer in uw hoofd... wat verzameld is op allerlei andere planeten en plaatsen in de Melkweg. Ja. Ah, kijk. Ja, ik ben een beetje eenvoudige boerenlul, hoor. Dus ik doe dat al iets langer over dan mijn grote intellectuele wederhelft, Jan Heemskerk. Ja. Ja. Maar u bent dus gewoon geboren ook uit een potje seks tussen twee mensen. Maar uw bewustzijn is gedeeltelijk... Gelaagder. Van de andere... Ja. Andere kant. Kijk, dan heb ik niet over de gay games, hoor. Maar ik bedoel, van de andere kant in de vorm van andere... Dus u bent gewoon mens, maar u heeft een onderdeel van bewustzijn out of space. Yes, ja, precies. Dat is het hele verhaal. Dat is het, ja. Oh, dus het is ook niet zo dat u, zeg maar... In bezit bent genomen. Ja, maar hier naartoe bent gekomen en dan dacht van... Nou, god, ik neem dan een mooi vrouwenlichaam aan. Nee, dat heb ik zo gekregen bij geboorte. Zo gegroeid ook. En... Wanneer weet je dat en hoe weet je dat? Ik heb het altijd al gevoeld. Ik ben altijd al een bewust kind geweest. En anders dan andere kinderen. Stond meer in contact met natuur. Was me bewust van andere energie. Energieën die er op aarde ook leven. Stond ermee in contact en merkte vroeger al dat ik daar toch een verandering in vond bij andere mensen die dat niet hadden. En ook heel veel onbegrip daarin gekregen van anderen. Op hoe ik daarin in mijn leven bewust van werd. En wat ik daarin ervoer. Ja. Want heel veel mensen liggen natuurlijk... God, een meisje is een beetje in de war. Ja. Heeft gewoon een tikkie gehad van een molentje. Of misschien één of twee. Of misschien wel alle wieken. Hè? En dat gaat niet goed met een kind. En ze kan een leventje leiden. Maar het gaat niet helemaal lekker. Ja. Dus u wordt voor gek versleten. Nou, precies. En dat doet misschien wel een beetje pijn dan. Ik heb er heel veel moeite mee om het ook naar buiten te brengen. En dat is ook de reden waarom ik mijn stem laat vervormen hier. Omdat ik daar toch over gesproken heb. En mensen daar niet altijd even adequaat, maar ook niet altijd even aardig op gereageerd hebben. Nee, want ze zeggen waarschijnlijk, je bent Jotje. Ja, die zijn er, ja. Maar bent u Jotje?
Ik kan goed nadenken en ik kan met iedereen ook een gewoon normaal gesprek voeren. Hoe bent u uiteindelijk? Want je voelt dus andere dingen, je reageert anders op omgevingsprikkels. Je merkt aan jezelf dat je op andere manieren dan anderen om je heen communiceert met de omgeving. Dus er is iets met je aan de hand, wat je anders maakt dan de rest. Dat ga je op een gegeven moment ervaren. Wanneer definieer je dat dan als afkomstig van ergens anders? Als je anderen ontmoet die het ook hebben? Hoe werkt dat? Ook. En die heb ik ook ontmoet. En dat zijn er behoorlijk wat, kan ik zeggen. Nee, dat geloof ik. Maar hoe maakt zich dat aan je bekend? Dat vraag ik me af. Door contact. Dus door het gesprek wat je met anderen hebt. En dat je de herkenning vindt. Dus de ervaring die je hebt met andere energieën. Sommigen hebben dat met het spelen met energieën in hun eigen handen. Dus dat voel je. Maar je hebt het ook in connecties, dus het contact, het bewustzijn wat verruimd is, waardoor je heel veel kennis doorkrijgt en dat bespreek je met elkaar. Precies. Dus dan weet je vanuit die connectie dat anderen dat dan ook hebben. Dat is dat niet afhankelijk heel eng? Ik stel me toch een beetje voor, ik ben ook maar beperkt, als een stem in mijn hoofd die ineens tegen me begint te praten uit een andere dimensie, of zo is het niet? Val toch rustig af. Het is onaardig. Altijd weer over dat dikke beginnen met mij. Ja, sorry. Ik ben een keer een heel bloedserieus gesprek bezig. Val nou toch af, jongen. Val toch nou af. Zo'n stemmetje. Ja, ik heb het ook vervelende, wel. Vervelende, akelige man. Maar, u doet ook wel eens boodschappen in de supermarkt. En komt u dan wel eens iemand tegen die zo'n mandje sjouwt of een karretje duwt en denkt, hé, dat is er één. Van mij? Die dat van mij denkt? Of dat nee, ik dat, dat, van... Denk, dat van die andere denkt. Kunnen jullie elkaar herkennen dan? Soms, maar niet altijd. Nee, dat is iets wat meer op het bewustzijnsniveau in communicatie ook gebeurt. Meneer Teube, u probeert natuurlijk ook zeg maar politiek gewin te halen uit zeg maar het idee dat er aliens zijn, hè, en dat we dat accepteren. Nou, er is niet een betere doelgroep die u bestemt dan zeg maar de aliens zelf. Hoeveel zijn er dan in Nederland? Want u heeft er geloof ik 55.000 nodig, dan heeft u al één zetel. Ik denk dat die er zijn, ja. Die zijn in Nederland? Ja. Zijn er 55.000 aliens? Dat denk ik zeker, ja. Dus dat is één zetel dan? Er zijn ook nog heel veel mensen die zich daar, hoe gek het ook is, niet bewust van zijn. Oh, ja, dat wordt dan weer lastig. Dat is ook zo, ja. Want ze zijn in een bepaalde realiteit gekomen. Die hun eigenlijk bij hun eigen bewustzijn heeft. Ja, dat is, ze zijn bij hun eigen bewustzijn weggetrokken. Maar ik wil gewoon vertellen eens, leer die mensen eens hoe ze zichzelf op zouden kunnen betrappen. Er zijn wel eens jongens die worden wakker en dachten, nou, ik had eigenlijk liever een meisje willen zijn. Maar er worden heel weinig mensen wakker die dachten van, godverdomme, ik kom hier niet vandaan, weet je wel. Ja. Hoe komen ze erachter? Want dat is ook goed voor uw partij. Ja, ik stel me zo voor dat er een soort verdringing aan de hand is. Je kunt natuurlijk al wel nagaan, als je nu een enquête houdt op straat, dan is 70% van de bevolking die gelooft in buitenaards leven. Nou, dat is al heel fijn, dat is ook 76 zetels en zelfs nog meer. Waar we nu in zitten, in deze periode, dat is dat dit soort zaken allemaal naar buiten komen. Dat merk je. Ik bedoel, er is heel veel aandacht geweest. We hebben het vorige week over gehad, ja. Ja, dat object in de Oostzee Roswell en zo. En het komt nu allemaal naar buiten. Dus dat merk je. Ik bedoel, als wij het over wij hebben, dat is een voorbeeld die ik vaak een beetje aanhaal, dan denken we vaak over Europa en Amerika. Dat is wij. Maar wij zijn met 10% van de bevolking. Als je op dit moment in Zuid-Amerika woont, dan zie je wekelijks gewoon televisieprogramma's over het contact wat overal al gaande is. Dit soort dingen gebeuren ook in Aziatische landen. In China gebeurt op dit gebied erg veel. Er wordt ook veel informatie op de televisie overgegeven. Dus je ziet op dit moment een ontwikkeling die ernaartoe leidt dat wij worden UFO-partij genoemd. Het dekt absoluut niet de lading, want we willen ook de kennis ten aanzien van vrije energie terug naar de mensen hebben. We willen ook de kennis ten aanzien van gezondheid, waarbij we van al die chemische rommel af kunnen, willen we weer terug. Dus we zeggen ook, we lossen ook, net zoals Pim Fortuyn, de rijen in de gezondheidszorg op in 2 jaar. Gewoon omdat er kennis beschikbaar is op dit moment voor de mensheid, waarbij die andere middelen met al die chemische toevoegingen gewoon aan de kant kunnen. Is het ook zo dat de kennis en de technologie van outer space ons verder kunnen helpen? Absoluut. Dat heb ik sowieso aan mezelf gezien. En uiteraard de kennis. Hoezo? Hoe heeft u dat gezien aan uzelf? Om de kennis die ik uiteraard heb gekregen als UFO-meldpunt. En als je in contact komt met andere bewustzijnsvormen. Ja, maar wat zegt ze dan tegen u waar u wat aan heeft? Ja, zeker. Maar wat zegt ze dan bijvoorbeeld? Zeker op gebied van gezondheid. Dat je, wij kennen ons eigen lichaam niet. Ik bedoel, als we in de spiegel kijken, dan zien we onszelf. Maar dat is niet alles wat we zijn.
Nee. Als wij hier in dit land... Wij zijn ook energie. We hebben een aura. Heel veel mensen zijn zich daar absoluut niet bewust van. Dus als je daar niet bewust van bent, van dat gebied... Ja, waar is jouw bewustzijn op dat moment? Dus het is op dit moment zo dat die basiskennis weer naar de mensen toe moet. En is dat wel zo geweest dan? Dan komen we een beetje op die Egyptische piramide-achtige, Maya-achtige... Ja. Zijn we teruggevallen? Wij zijn ongelooflijk teruggevallen. Door het christendom? Ja. Dat heeft zeker grote oorzaken mee, ja. Maar dat is mijn grote vraag. En vooral aan u, mevrouw... ik ben nog steeds... Selene. Ja, precies. Ik ga er geen smurf in tegen die mensen. Alsjeblieft. Selene. Ja. Want er zijn heel veel mafketels op deze wereld... en die geloven in God... En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik ook voor Jan spreek. Wij zijn redelijk radicaal atheïst. Omdat we niet geloven dat er een God is. Maar is er een God? Want u bent daar buiten. Al die mensen die wijzen dan naar de hemel. En daar is God. Nou, daar komt u vandaan. Is hij er of niet? Kunnen we dat even ophelderen? Zullen we dat eens even ophelderen? Midden in de nacht op zondag. Als we dat even kunnen ophelderen. Even bestaan voor God te bespreken. Dan zijn al die mafketels die alle aanhangen en andere goden. Die kunnen zeggen: jongens, kappen mee. Wat Selene zegt, dat is gelul. Nou, kom erop. Nou, laat ik één ding zeggen. Ik heb niet alle waarheid in huis. Ik kom dan van andere planeten. En ik heb andere bewustzijnsvormen. Weet je waar het woord God van afstamt? Nou, van good. Goed. Het is gewoon goed. Nee, maar begrijp je wel. Maar omdat u namelijk daar buiten zit... en u heeft er waarschijnlijk contact met meerdere belevingsvormingen. En we geloven, God is dan geen mens. Dus dat is een andere belevingsvorm. En u bent de enige die hier in het studiootje is... die daarmee zou kunnen communiceren. Omdat Jan en ik zijn dikke... Nou, en behoorlijk geremd ook qua bewustzijnsniveaus. Meneer Teuben is al lekker bezig, maar u komt daar vandaan. Maar heeft u ooit iets gehoord dat er een God is... die over ons waakt en zo? Nou, dat wat jullie God, of wat hier God genoemd wordt. Kijk, er is een universele kennis, een waarheid. En dat is liefde. Dat is universele liefde. Ja, ja. En dat is een energie, een vorm die bestaat waar alles uit is ontstaan. Mm-hmm. En ja, als je dat God of de universele geest... Ja, voor goede dat ook. Ja, dat is ook liefde. Ja hoor. Nee, ik begrijp je wat ik bedoel. Dat je, nou, daar ben ik wel mijn meest astrale. Nee, maar je hebt dus mensen die beginnen over een oude man met een baard op een wolk. Maar dat is dus gelul. Sowieso, een gescheidene van man en vrouw is, als jij het gelul noemt. Maar het is uitgaan van één van de twee. Dus twee krachten, ja. Het heeft twee krachten. Ik denk dat we daar zo direct nog even wat verder op in gaan. Want ik kan je één vertellen. Nogal botselenen, we zitten hier met de oud-hoofdredacteur van de Playboy. Dus het gaat waarschijnlijk over het alien vrouwenlijf. Ik kan niet wachten. Het gaat zo ongelooflijk niet over het alien lichaam. Het gaat nu eventjes over het radiospel. Oh, ja, Vorige week hadden we nauwelijks sorry, bellers. Sorry, nee, maar je moet even zeggen, nog even je excuus. Daar was ik mee bezig. Nee, maar er komt iemand uit een ander melkwegstelsel en we gaan abrupt naar een van de kloten. Nou, wij gaan weer naar een ander melkwegstelsel, namelijk het radiospel. Het is een tamelijk pijnlijk onderdeel van deze show, maar we doen het voor de kabouter. En laten we gewoon maar beginnen. Ja, doe maar even. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks door krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Dat moet je natuurlijk gewoon bedenken. Want dat is eigenlijk het hele verhaal van het spel. Bel 0-1-2 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Janne T-shirt. En bel maar even snel, jongens. Want we zitten hier niet op te wachten. En we hebben ook zomaar iemand in de studio die hier niet vandaan komt. En misschien wil ze straks weg. Dus bel nou even voor dat stomme spel. Laat maar even horen. DJ. Ga naar Utrecht. Want in een deel van de wijk Kanaleneiland is daar een noodverordening van kracht. Het kwam me niet als een verrassing, maar het was wel een bijzonder moment. Tenminste, dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Nou, volgens mij heeft de kabouter heeft gezopen dit weekend. Nou, bel 0800-1121 van Echte Jannespel. Als jij de 3 fragmenten herkent die zojuist aan elkaar zijn geknutseld door de kleine kabouter. En schiet hem. Johan is er al. Goddank. Johan, ik moet één ding vertellen. Je hebt wel lef dat je belt naar deze show. Nou, Johan? Johan? Nou, zo, omdat je dus een Johan bent. Wat leuk is, waar kom je vandaan, Johan? Nou, wat boeit dat nou? Wat? Boeit helemaal niks, Johan. Johan is in een rot humeur. Een boze jongen aan de lijn. Nou, vertel eens, Johan, welke feiten zijn het? Johan. Johan? Ongelooflijk, ja, echt een echte Johan. Dat krijg je dus. Waarom moet je nou onze enige beller dit beledigen? Dit bevestigt het hele concept in één keer. Ik vind het heel je onaardig. Hebt een echte Jan, en dat zijn wij. En jongen, dus Johan, en die belt. En zegt, ben jij een Johan? En die is dan gepikeerd, en die zegt dan niks meer. Hé, Johan.
laat maar even hangen. Ja, hey, Liesbeth! Hoi, Jan. Hoe gaat het met je? Ja, heerlijk, meid. Met jou ook? Gaat goed. Oh, mooi. Heb je het spelletje gehoord of wil je hem nog één keer horen? Ja, ik heb een vaag idee wat het is. Mag ik het zeggen? Ja, zeker. Waarom hebben we een echo eigenlijk? Nou, omdat Liesbeth gewoon de radio aan. Oh, de radio staat aan. Ik ben een hufter. Wacht even. Nee, je bent geen hufter. Je bent een schat. Hufter. Je komt waarschijnlijk ben ik veel ook. Meer bewustzijnsniveaus dan wij ooit bij elkaar zullen sprokkelen. Liesbeth, hoe oud bent u? Wat? Hoe oud bent u? Ik ben 62, dus 26. Nou, dat valt nog in mijn doelgroep hoor. Niks aan de hand hoor. Je bent helemaal genuchter. Ruim en royaal. Ja, ik zou je zeggen, het was het asbest in Utrecht. Juist, ja. Het winnen van de Tour de France. Ja, precies. En het was... Oh god, het laatste fragment. Ik had het in mijn hoofd, maar het ontschiet. Dat van het internationaal motorfonds bedoelt u? Hè? Ja, precies. Ja, dat IMF-dingetje bedoelt u waarschijnlijk. Het was allemaal... Dat bedoel ik echt, hoor. Ja. Dat heeft de Spiegel gemeld dat ze niet meer aan Griekenland willen doneren. Precies. Ja, Liesbeth, ik kan je zeggen dat jij bent niet alleen maar een bijzonder goed luisteraar van dit prachtige programma, maar ook winnaar van het enige echte Janne T-shirt. Kom naar toe. Maar u bent niet alleen winnaar van dit fantastische dingetje, maar u krijgt ook nog de maker van het dingetje aan de telefoon, de kabouter. En volgens mij wordt er een plaatje opgestart. Ik weet voor niks. Het zal wel een prodigy wel wezen. Ben je er nog? Ik ben er nog. Ik luister. Dit is Outer Space. Wat is dit voor een geluid, zeg? Outer Space, denk ik. Oh, een thema dingetje. Ja. Leuk. Ja, voel ik aankomen. Nou, Liesbeth, die heb je de kabouter. Wil je weten, Johnny? Dankjewel. Dag, Liesbeth. Dag. Het is natuurlijk hartstikke leuk, hè. Het is lekker in thema, laten we het zo zeggen, in thema, maar het is wel kut muziek. Kan het even uit, als je blieft. DJ Flikker, die shit even uit. God, wat een ellende, zeg. En ik vind het ook een beetje een belediging voor onze gasten. Nou goed, in ieder geval Anton Teuber, die probeert ons sinds jaar en dag aan het verstand te brengen en te peuteren dat de overheden van de wereld ons stelselmatig blazen over de aanwezigheid van aliens op aarde. En we praten verder met onze studiogasten over het waarom van al die geheimzinnigheid. Maar we hebben dus niet alleen Anton Teuber van de SOPN /de UFO-partij, die ze niet zelf UFO-partij noemen, maar waarvan mensen de denken dat... UFO's kunnen ze beter op Nibiru kijken. Nibiru.nl is voor de mensen die daar... Dat is jouw snabbel. Ja. Maar we hebben ook Celine hierbij en mevrouw die komt niet... Nou, wel ook van aarde. Juist, daar zijn we inmiddels achter. Ook van aarde, maar ook niet. Zal ik even het voorafgaande samenvatten? Oh, jou gaat even het voorafgaande samenvatten. Dus als jullie gaan plassen, wat dan ook, of je hebt nog een kopje koffie, dan... Jan, vertel. Nee, nou, vertel niet meer. Nou, doe niet zo truttig. Sorry. We waren gebleven bij hoe kom je erachter dat je buitenaards bent. En dat ging je even te krijgen doordat je contact maakte met anderen. Dat je anders was dan anderen. Maar je bent gewoon niet geboren. Daar pakken we het weer op. Jan, ga maar los. Daar pakken we hem weer op. Want
Ben ik ook zo? Wat denk je zelf? Nou, ik ben vrij sceptisch. Sta ik in het leven, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een beetje een... laten we zeggen, een beetje dwarsfiguur. En, ja, ik ben dat niet... merk ik. Ja, precies. Ik ben niet helemaal van de gevestigde orde. En ik voel me ook niet helemaal thuis bij de mensheid. Nou, maar ik heb nog geen signaal gehad. Voel je je gelukkig in je eigen lichaam, Jan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het buikje mag wel wat minder. En het geslacht ook wat minder groot. Nee, maar goed. Maar voor de rest, ik voel me wel prima. Maar ik heb niet het gevoel dat ik van buiten kom. Snap je? Ja. Maar denk je dat ik dat ben? Ik kan dat voor jou niet bepalen. Maar ik weet wel dat het voor menig, voor de mensheid, het is een ras wat ooit gecreëerd is. Ook door middel van technologieën van buitenaardse wezens. Wow, wacht even. Is dus het geen scoop is, weet het ook niet meer. Wacht eventjes. Dus, u bent niet alleen gemaakt door uw ouders, maar zeg maar, hetgeen wat u bent van outer space, dat is gecreëerd door middel van technologie. Luister naar dat zeg ik niet. Vroeger was het menselijk ras een ras wat gecreëerd is door technologie, dat zeg je wel. Door dus ook samenvoeging en vermenging van andere buitenaardse rassen. Dus zijn we helemaal niet van de apen? Nee. We zijn een vuilnisbakkerras. Ja. Zegt een collega van mij, Peter Toon, altijd. Dus Darwin lult uit zijn nekkie de hele tijd, dat we van de apie zijn. Ik vind het wel een leuk idee eigenlijk. Het is toch een beetje hetzelfde idee. Maar dan gewoon dat we wat een soort samenstelsel, samensmeltsel zijn van allerlei vormen van intelligentie. En daar zijn we dit schitterende lichaam uiteindelijk van gekomen. Mevrouw, als dat nou zo waar is, waarom bakken we er zo'n ongelooflijke lerenzooi van onze aarde dan? Dat vraag ik me dan wel even af. Wat denk je van een leerproces? Ja, een leerproces, daar ga je toch niet 6 miljoen joden voor vergassen? Nee, dat zou je denken. Er zal er ook eens een keer niet de 6 miljoen joden bij gaan halen weer. Ik heb dat in een familie gezien. Maar dat vind ik een voorbeeld van wat de mensheid elkaar aan kan doen. Dat vind ik het grote voorbeeld. Maar als we dan allemaal uit een Duplo-box komen en we zijn in elkaar gezeten, dan is er wel een steentje fout gezet, kunnen we zeggen. Nou, dat denk je, maar het heeft ook te maken met beïnvloeding. Maar goed, wat je ook zegt is dat er is een tijdje geleden al iets radicaal misgegaan met die beschaving die zo zorgvuldig in elkaar geknutseld is. Ja, toch? Wat is er misgegaan? Ja. Nou, er is wel iets misgegaan, maar er kan ook iets heel erg goed gaan. En dat, in dat proces zitten wij nu. Dus wat er misgegaan, er zit een goede potentie in wat de mens is. Namelijk die van universele liefde. En vanuit dat gaat de mens iets moois creëren. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Nee, ook niet. Nog niet gelukt. Nee. Maar de Dalai Lama die zegt het ook altijd. Is die ook vandaar? Ja, die zegt exact hetzelfde, universele liefde. Ik ga voor niemand zeggen wie of wat hij is. Meneer Teube, bent u vandaar? Zeg maar niet van hier dan? Ja, ik ben ook vandaar. Nou, krijg nou helemaal de gooi hem er maar in, ook! Jongen! Ze mij zegt die aan luisteraars, het is ongelooflijk, maar die Anton Teuber dus van de SOPN. En ik dacht het al, hè? Is dus verdikke met dosie ook van outer space of niet? Ja, ook. Maar ook gewoon zeg maar hier gebakken. Ik heb het vandaag voor de eerste keer bekendgemaakt voor een hele grote groep mensen. Vandaag hier bedoelt u? Nee, niet hier, maar in Soest. In Soest, ja. En ik denk, nou, ik ben niet bij de radio en ik ben gewoon solidair. Nou, we kapen die scoop wel, hoor. Ja. Want ik zou je vertellen, in Soest, daar leeft helemaal niemand meer op dit moment. Want in Soest wel een van de drukste plekken, maar meneer Teuben, u bent dus ook niet helemaal alleen maar mensje van aardklootje. Nee, daar ben ik ook achter gekomen. Hoe? Na en wanneer? Weet je wel een gevoel ik een beetje begin te krijgen? Dat het zoiets is, je bent eigenlijk gewoon een mens, maar je bent toevallig eentje die nog een beetje meer is zoals ze vroeger waren. Ja. Niet zo'n afgestompte bottenlul zoals jij en ik. Ik ben niet zo... Jawel, ik wel. Ik ben een hele afgestompte, eenvoudige... Maar meneer Teuben, hoe bent u erachter gekomen dan? Hoe kom je daarachter? Dat is op een gegeven moment als jij leert wie je zelf bent... dus als je ook weet hoe dat hele universum in elkaar zit... en doordat ik contact had met buitenaardse is me dat uitgelegd. Wat zijn dimensies? Nou, dimensies zijn... bepaalde, dat zijn energieplateaus, dat zijn andere realiteiten. Dus zo zijn mij heel veel verschillende realiteiten uitgelegd. En zo is mij ook heel veel uitgelegd hoe wij als mensen eigenlijk functioneren. En wij zijn erachter gekomen dat deze kennis die wij hebben en ook in ons bezit hebben en waar we ook mee werken, voor de mensheid is weggehouden.
En als je dat voor de mensheid weghoudt, dan kom je natuurlijk never nooit bij het level waar je eigenlijk normaal hoort te zijn. Juist. Dus dat is het. Daar zit hem de conspiracy in. Het is het weghouden van de kennis. Van de juiste informatie, wie wij in principe zijn, hoe wij als mens functioneren. Maar meneer gezichtsvervalsing dus. U wil in de Tweede Kamer komen om dit land klaar te maken voor het denkbeeld wat u aanhangt, wat u bent. Dus blijkbaar, vindt u dat niet een beetje, ja, een soort, misschien wel een soort van verkiezingsvervalsing, dat u als, ja, buitenaards wezen meedoet? Nee, dat is absoluut niet zo, want anders zou ik het ook niet zeggen. Dus ik kom daar gewoon openlijk voor uit. En ik weet dat er op dit moment bij ons dagelijks mensen zijn die ervoor uitkomen. Dus we zijn niet de enige. Wereldwijd gaat het om miljoenen die zich op dit moment ook bekendmaken. En hoe zit het eigenlijk met partnerkeuze? Dan ben ik voornamelijk, meneer Teubu, met hartstikke leuke mannen, maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd. Ja, nee, dat snap ik voorkomen. Maar hoe zit het er met partnerkeuze? Heeft u een partner? Niet meer. Nee, maar dat kan gebeuren. Maar was het dan, zeg maar, een mens? Nou, mijn vorige partner komt ook niet van, niet alleen maar van aarde. Jezus Christus. Ja. Maar dat begrijp ik wel. Zoek je toch een beetje. Maar zoekt u alleen maar dat soort mensen dan uit? Nou, het gaat niet om wat ik zoek. Het gaat om wat bij me past. Nee, dat kan wel. Maar sommige dingen passen wel en sommige dingen passen niet. Maar als u zegt van, ja, zo'n droplul die alleen maar van aarde komt, dan groet ik wel even wat meer buiten mijn gebiedje, zeg maar. Dit gebied. Het heeft ook niks te maken met wat ik wil, maar het heeft te maken met wat bij mij past en wat bij me hoort en waar ik mij bij thuis voel en wat bij mij zich thuis voelt. En is dat altijd iemand die dat is? Dat past gewoon het beste. En ik heb ook relaties gehad met mensen die zich niet bewust waren van hun buitenaardse achtergronden. Maar toen wist u het wel van diegene? Soms wel, ja. En hoe ging dat dan vertellen? Nee. Nee, echt niet? Nee. Dat je denkt, nou, je ligt nou anderhalf uur met het zweten, maar ik moet je nog wat vertellen. Volgens mij kom jij hier niet helemaal vandaan. Dat heb je nooit gedaan? Nee, dat heb ik nooit op die manier gedaan. Maar goed, in ieder geval, laten we eerlijk zijn. Jan en ik zijn wat eenvoudige, ordinaire mensen. Want we hoorden namelijk dat u zou komen als mooie vrouw van een oude space. En toen dachten wij dus, nou, dat is toch wel heel fijn, hè? Dat er nog een paar mooie meisjes van buiten komen. Waar wij dan ook, laten we zeggen. Maar zijn wij nou die boosaardige? Beam me up, Scotty of zo, een paar keer en heen en weer. Ja, ja. Maar dat zit er dus niet in. Want Jan en ik zijn allebei van de apen, dus dat wordt niks. Sorry, daar moet ik even om lachen. Ja, maar doe maar lekker hoor. Maar wij zitten het ook niet uit, erg hoor. Wat wij nog achterlopen, dat wisten wij wel een beetje. Maar wij komen niet in aanmerking om met de meisjes van Outer Space, zeg maar. Heb je ook meisjes van Outer Space? Omdat wij niet, omdat wij gewoon puur gaan veruit. Jullie zijn gewoon wat. Ja, gewoon minsies. Heb je ook meisjes van Outer Space? Wat is daar mis mee? Nou, niks, maar u wilt het liever doen met iemand die ook van buiten aarde komt. Ja, maar komen we daar niet allemaal vandaan? Ook ja, weet ik veel. Dat moet u zeggen. Ik denk nog steeds dat ik aan mijn moeder schoot liggen flikkerd. Ik ga dat voor niemand bepalen. Maar in mijn gedachtegang en in wat ik weet is dat iedere mens die hier op aarde leeft ook van andere planeten. Nou, dat hadden we niet iedereen. Ja, anders hebben we net vastgesteld. We hebben het nou 10 minuten geleden over gehad. De hele tijd geleden zijn wij een soort van samengesteld, geboetseerd van allerlei vormen en intelligenties en weet ik het, alle dimensies en kneed, plus. Iedereen heeft het. Ja, dat liefde, weet je nog wel? Jung DNA. Je moet het wel luisteren, Jan. Ja, ik heb nog wel geluisterd, maar ik probeer het. Je bent alleen maar bezig met, mag ik seks met een alien? Dat is niet goed. Denk aan iets anders. Laat ik niet vragen stellen. Is het mogelijk om seks met een alien te hebben als je van jezelf nog niet helemaal in de war bent, dat je denkt dat je dat bent, maar dat je denkt dat je gewoon heb je van de apen komt en dat je makkelijk zijn. Als jullie dat graag willen, dan zal dat vast kunnen. Nou jongens, moet je nou toch horen, en iedereen is maar bang voor een invasie met allemaal gesodemieter en bommen en kwetters en nucleaire gesodemieter. Maar we hebben hier gewoon een alien die zegt, als jij wel lekker wil neuken, dan gaan we toch lekker neuken, joh. En dat is nou precies wat we nodig hebben op deze aardkloot. En de economische crisis en oorlogen en sectarisch geweld, alles vervliegt met liefde Essex. Hij heeft het door. Nee, echt waar. Ja, ja, als door, als jullie met ruimteschepen met lekkere wijven hier aankomen en zeggen, jongens, wie wil er aan de catch? Dan is er geen enkel probleem. Ik zou je vertellen, de moeilijke wijken, in de grote steden. En al die jongetjes die lopen met een vlas van, zwaar, flikker op, klootzak. Dan komt er een ruimteschip, komen een paar lekkere wijven uit. Niks meer aan het handje. Nou, ik denk het wel. Heel Opsporing Verzocht. Je moet zeggen, welkom bij Opsporing Verzocht. Deze week
wie geen reet gebeurt. Nee, Selene zei ook dat ze al die vrouwelijke energie hier juist heen moet om al die bronstige mannetjes te temmen. Toch? Heb ik onthouden, hè? Ja, dat kan wel, ja, kan daar wel zijn. Ja, daar komt het een beetje op neer. Ja, maar toch? Omdat we allemaal daarvan... Oh, ja. Als u nou zegt, hè, dat zei u ook net, hè, dat wij allemaal daar vandaan komen, waarom worden we dan niet even herprogrammeerd en doen we het leuk met z'n allen? Dat gaat natuurlijk niet. Doe even net of je alles weet, man. Dat moet die mevrouw vertellen. Een boek. Sorry. Echt een manier van een bloot blaadje. Het is ook niet te geloven. Nou, mevrouw, kunt u het mij even uitleggen? Ja, wel, goddelijke wezens ingezet altijd. Ja, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Een soort van groepsgebeuren? Of... Oh, god, gaan we die kant uit? Ja, groepsgebeuren. Mag ook. Wat jullie willen, hoor. Nee, maar het probleem is, en dan meen ik echt serieus, ik ben geen hippie, maar dat gemis aan warmte en liefde op aarde, dat maakt dat gekloot iedere keer. Ja. En dat samensmelting. En kijk, goed, als dat meer kan komen door aanwezigheid van mensen van buiten, nou kom maar op, zou ik zeggen. Ja, precies. Dat denk ik dus ook. Mooi. Dus er zit wel meer in jou. Nou, inderdaad. Het zit heel diep, maar het zit wel meer in jou. Ja. Want het komt wel even uit jou nou. Ja. Ja, ik kan het wel uit gaan leggen, maar ik vind het ook mooi om voor jou te horen. Mensen zien mij en denken ze dat het een heel ondiep boerenslootje waar zo'n van die luchtbelletjes boven... Boop. Maar jongen, dat is diep hoor. Dat gaat bij mij helemaal diep. Echt? Meneer Teube, gelooft u in de toekomst? Want dit is de oplossing voor alle shit. Ik heb volledig vertrouwen in de toekomst. Maar echt, hè? Ja, echt. Dat gejank over zure regen en opwarming van de geldende, smeltende gletsjers en geen olie meer en elkaar afmaken voor een of andere god. Dat is gewoon klaar. Ik denk dat het inderdaad binnen de kortste keren klaar is. Wereldwijd is de wereldbevolking zat van oorlog en alle ellende. En staan ze overal op. De banken pikken ons geld binnen, zoals we in Spanje hebben gezien en op andere plekken. Dus de mensen pikken dit niet aan. Jij ging net ook vertellen dat nu, as we speak, overal ter wereld mensen zich bekendmaken. Ja, dan vertrouw ik er ook op dat het een hele grote beweging is. Niet het is wat... een hele grote beweging. En het is natuurlijk wel zo. Jullie hebben ons de kans gegeven om ons hier uit te spreken. Ja, zo zijn we. Als de rest van de media ook de kans geeft aan al die mensen die op dit moment willen vertellen waar ze vandaan komen. En hoe het hele verhaal eigenlijk in grote lijnen in elkaar zit. En wat 2012 betekent. Want er speelt natuurlijk veel meer. De Maya's en de Hopi's en al die natuurvolken waren natuurlijk ook niet achterlijk. Oh. 2012. Wat ik er altijd bij de Maya's uithaal, dat is het feit dat ze zeiden van in deze periode komen wij in contact met andere dimensies, oftewel andere realiteiten. Ja, en wij dachten allemaal dat we kapot zouden gaan. Maar dat is helemaal niet waar. Ze zeiden alleen maar van 2012 is het jaar de verandering. Van de omslag. Ja. De omslag. Juist. En dat gaat gebeuren nu. Ja, we snappen weer dat we niet meer chemische rommel in ons lichaam moeten doen. En dat we bij elk pijntje dat erin gooien. Oh ja, en we krijgen het besef dat er inderdaad, net zoals Selena zegt, dat er natuurlijk veel meer is. En dat weten wij ook. Ik ben nou 25, 26 jaar UFO meldpunt. En ben er daardoor ook zelf achtergekomen dat velen van ons op aarde, ik zeg niet iedereen, dat velen in al onze incarnaties dat ook op andere planeten hebben meegemaakt. Maar nog één vraag over de UFO's. Hè? Als we nou tot nu toe begrijp ik het te begrijpen, dus het eigenlijk is het evolutie. Hè? We zijn hier ooit als rasmengvorm zo begonnen. Iedereen blijft er nog steeds bij. We zijn er een beetje ingestort. We zijn nu alweer terugkrabbelen. Maar ondertussen is het dus blijkbaar van buiten nog altijd weer contact met mensen, met wezens, iets wat er. Want hè, UFO's, dat zijn toch hele tastbare. Dat zijn geen energiedingen, dat is een ding, een schijf. Dat zijn ook energiedingen. Ze zijn er in vele, vele vormen. Dus en mensen zien dat ook op dit moment erg veel. Ik zeg zijn, even dat bij. Zijn dat onze hoeders, bestuurders, zijn anderen? Ja. Wat zijn dat voor? Zijn dat mensen die op? Ze hebben ervoor gezorgd dat we net niet te ver zijn gegaan in onze onkunde om macht en een hiërarchie te verwerven. Hij heeft iets door inderdaad wapens te ontwikkelen die eigenlijk een gedeelte van de schepping wegblazen. En op dat moment dan komt er een soort universele politie in actie die ervoor zorgt dat wij op een normale manier kunnen doorevolueren. Maar wat Jan zegt, dat vind ik het grote gevaar. Het klinkt als een goddelijkheid. En dan moeten we ons weer allemaal gaan buigen en regeltjes houden wat diegene wil. Die zegt op een gegeven moment, je mag niet de buurvrouw betasten, je mag niet drinken, je mag niet... Als die buurvrouw het er niet mee eens is en jou krap voor haar snuffen geeft... Dan ken je Jans buurvrouw niet, hoor. Maar goed. Nou, ik heb een buurvrouw. Die is er wel pap van. Wat we hier nu doen, dat is gewoon kennis met elkaar delen. Wij geven weer wat wij doen. Dus we gaan van de apathische wereld waar we in zaten en waar iedereen zijn eigen geheimpjes hield en niet durfde te vertellen wat ze hadden meegemaakt in hun leven.
Dat gaat nu naar een empathische wereld waarbij we veel meer dingen met elkaar delen. Niemand gaat zeggen, ik wil geen empathische wereld. Natuurlijk willen we een empathische wereld en een wereld waarin liefde als richtsnoer fantastisch. Iedereen wil toch gelukkig gezond. Het is wel heel utopisch, Anton. Is het utopie op dit moment, als je kijkt naar de wereldsituatie? Dat het beter mag, dat lijkt me duidelijk. Maar dat ook gaat gebeuren. Als ik heel eerlijk ben, bewegingen zoals, we hebben het vorig jaar begonnen op het Tahirplein. Het is een massaal menselijk protest. Er zitten geen stempels aan. Het zijn christenen of moslims of noem maar op. Het gaat op dit moment om de mensen. Nou, dus die mogelijkheid is er. En die mogelijkheid is dus mogelijk dat, zeg maar, wat er gebeurde, zeg maar, de zogenaamde Arabische lente, dat het ook gaat plaatsvinden in de vorm van het accepteren van outer space. Nou, we gaan nu even nog naar het EU-journaal. En dan komen we straks terug, want dan praten we nog even verder. Want ik wil nog even van mevrouw nog beantwoorden. Ja. Jongens, blijf luisteren. Tot zo, Bert-Jan. En nu het EU-journaal. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Catalonië in het noordoosten van Spanje zijn 3 mensen omgekomen door bosbranden. Een man stierf aan een hartaanval toen hij het vuur bij zijn huis probeerde te doven. En 2 mensen vielen van een klif toen ze probeerden te ontsnappen aan het vuur. De treinen in de regio rijden niet meer. En de grote wegen van Barcelona naar Frankrijk zijn vanwege de branden afgesloten. Zo'n 6000 hectare bos is verwoest. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar viel gisteren 1 dode. Op het Comomeer in Italië wordt sinds vanmiddag een Nederlandse vrouw vermist. Volgens de Italiaanse media was ze daar aan het surfen met haar dochter en kwam ze in problemen door de harde wind. De vrouw kon het meisje nog veilig naar de kant duwen, maar het lukte haar zelf niet om aan de kant te komen. Doordat het weer vrij plotseling veranderde, kwamen meer mensen in problemen. Ze konden allemaal worden gered. Op dezelfde plek in het Comomeer is volgens de Italiaanse kranten een paar dagen geleden nog iemand verdronken. Een schietclub in Colorado heeft een paar weken geleden de man die een bloedbad aanrichtte in een bioscoop als lid geweigerd. Volgens de club kwam James Holmes over als een rare jongen. De eigenaar zegt onder meer dat hij zijn antwoordapparaat op een vreemde manier had ingesproken. Holmes schoot 2 dagen geleden in een bioscoop bij Denver 12 mensen dood. Hij wil nog steeds niet zeggen waarom hij dat deed. Ruim 156.000 mensen hebben dit weekend een bezoek gebracht aan het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde. 4.000 meer dan vorig jaar. Het festival begon 16 edities geleden op een weiland in Hummelo met een illegale motocross en daarna een optreden van de rockband Jovink. Nu draait Zwarte Cross nog altijd om de motorsport, maar er is ook kermis, theater en veel muziek. Het weer vannacht plaatselijk mistbanken, morgen overdag opnieuw zonnig en het wordt 21 graden op de Wadden en 26 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos en Obi, Wankenobi. Jazeker, ik ben Jan Heemskerk. Bim, jups, kaddy. Beeld heb je op de echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt vanavond gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de SP is een gevaar voor het universum. Maar nu eerst, Jan! Nou, en nu eerst, dat is niet voor niks. Want we gaan nog even door met onze gasten. 12 september gaat het land weer naar de stembus. En wie ook hoopt op een zetel te veroveren. Nou, niet 1 zetel, waarschijnlijk 76. Ja. Dus gelijk even de overhand in het hele land. Is Anton Teuben, ufo-deskundige en contactpersoon met diverse buitenaardse beschavingen. En we nemen tenslotte verrekening even de toekomst van Nederland door. Maar niet alleen met hem, maar ook met Celine. En deze mevrouw is geboren op de aardkloot, maar heeft buitenaardse krachten. Of ben ik nu weer aan het overdrijven? Buitenaardse bewustzijn. Ja, dat zijn toch ook krachten? Ja, dat zijn ook krachten, maar dat omvat wat meer dan dat. Alleen. Dan heb je een paars aura, trouwens. Ja, dat is gewoon een hoge. Zo gaan we er zitten praten op een gegeven moment. Als we het allemaal zouden snappen, zouden we ook elkaar kunnen aanspreken op de kleur van je aura. Wacht even. Ik neem u niet in de maling, hoor, mevrouw, moet u goed wezen. Maar op televisie heb je heel veel van die tekenfilms en zo. En dat ze dan ook out of space komen. En dan kunnen ze iets extra, bijvoorbeeld vuur uit hun handen laten gooien. Of kunt u iets extra's? Nou, er zijn wel dingen die ik kan. Nou, mij laat zien. Dat heeft meer te maken met mijn bewustzijn. Dus mijn kennis. Oh, okay. Kennisverruiming en wat ik weet. Ben hier ook, dat is ook mijn missie, om hier het voorbeeld te zijn. En ook kennis te brengen. Maar een voorbeeld van wat wie jullie zijn en wat jullie komen doen. Ja. En wat komen jullie doen dan?
Want we zijn best wel met veel mensen hier al. Als u een zootje mee kan nemen, dat lijkt me een beter project dan hierheen naartoe komen. Als Nou, dat je weghalen. Dat vind ik wel een beetje eng. Ja, vind ik ook wel. Toch? Ja. Meenemen? Nou, meenemen, dat kan dat denk ik alleen maar met geweld. Vrijwillig, toch? Ja, precies. Nee, ja. Voor wat meer ruimte. Maar wat willen jullie komen doen dan hier? Nou, het goede voorbeeld geven en dat bewustzijnsverruimen. Dus dat er een ander bewustzijn kan ontstaan. Wat met universele liefde te maken heeft. Maar dan zou je toch hier... je zei net al, Jan, er zit meer in dan hij zelf denkt. Ja. Dat hoorde ik u zeggen. En zou u hem nou hier live bewust kunnen maken van iets wat hij nog niet ziet, maar u wel? We het over hadden. Over die tweeheid. Hè, over God. Want daar had andere Jan het over. Ik ben andere Jan, ja. Ja, andere Jan. Maar dank. Ook, hoor. Die had het over... Ja, over God. Maar als dat nou bestaat uit die eenheid die hier in twee is gedeeld. Man-vrouw. Ja. Maar dat is dualiteit. Ja. En deze wereld is daaruit ontstaan. Zegt u eigenlijk dat Jan zijn vrouwelijke kant moet ontwikkelen? Wij ervaren hier onze dualiteit. Ja, nou dat zou kunnen. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik moet mijn vrouwelijke kant meer ontwikkelen, zegt u. Empathische, nou? Zachte Jan. Dus wat zachter, bedoelt u? Of wilt u gewoon dat ik een handtasje mee bestaat? Ik denk dat jij ook met acceptatie. Acceptatie van wat er in het leven plaatsvindt. Nou, ik ga maar uit de kast komen ook. Gooi me maar in, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben eigenlijk een meisje. Nee, wat doe je nou? Ik snap helemaal geen reden. Maar ik ben serieus. Maar acceptatie van wat dan? Van wie ik ben? Meer dan wat ik laat zien. Ja, dat omdat er meer bestaat, dat er meer is en dat je daar ook in kunt leven. Oh. En dan niet alleen voor een moment, maar dat je dat ook kunt accepteren in het leven zelf. Integratie noem ik dat ook wel. Dus ik leef echt zeg maar een soort beperkt leven op dit moment. Je bent de halve Jan. Er zijn er veel hoor, je bent niet de enige. Nee, dat vind ik prima. Maar ik ben nu op dit moment... Leef ik niet helemaal mijn hele leven, maar gewoon een beetje. Omdat ik wil zijn wat ik maar ter dele ben. Ja, maar dat is niet jouw schuld. Dat is waar we de meeste mensen mee te maken hebben. Wiens schuld is dat? Want ik wil graag mijn moeder de schuld geven als het even mogelijk is. Wie is het? Mijn moeder? Nou, de mevrouw Roos. Ja, je moeder is er ook onderdeel van. Die heeft daar ook mee te maken. Zie je wel, ik dacht het, hè. De dominante moeder altijd. Ja, maar overschreeuw het nou allemaal maar. Nee, je verdraait het. Dat doe je altijd. Je verdraait het ook. Ja, nou wat ik bedoel is dat jouw moeder daar ook mee te maken heeft. Dus die is ook onderdrukt. In het systeem, het is bedacht door mensen. Je ontleent je waarheid aan een systeem wat is gecreëerd door mensen. Oh, wat je probeert te zeggen, tenminste, wat probeert te zeggen, u weet precies wat u probeert te zeggen, maar wat ik denk dat u probeert te zeggen, is dus dat ik zeg maar, als we het nu voor mijn persoon hebben, dat ik mezelf opleg dat ik gewoon van de aapjes kom en dat ik gewoon het leven van een mens moet leiden en niets moet zeiken en kindjes moet maken en moet werken en trouwen en in het bos wandelen op zondag en pannenkoeken bakken en voor de rest is er niks. En zo wil ik het ook houden ook. Ja, is dat wat u zegt? Dat is wat ik bedoel. Dus ik sta conservatief naar het idee van dat er meer mogelijkheden zijn. Nou ja, als je het zo uitlegt. Ik denk dat dat heel duidelijk uitgelegd is. Ja. En daarmee beperk ik eigenlijk mijn eigen leven. Ja, ja. Wat verdomme. Ik kijk er niet van op. Nee, maar zo is dat. Maar nog steeds de vraag. Want meneer Teube, u bent erachter gekomen dat u ook niet helemaal van hier alleen maar komt. Nee, dat klopt, ja. Maar is, wat mevrouw ook zegt, is dat ik ook een soort in de closet ben. Maar is er een mogelijkheid dat... Nou ja, u zegt iedereen komt er vandaan. Maar dat ik op een gegeven moment een soort coming out krijg. En dat ik denk, god kanoon, ik ben ook niet helemaal alleen maar van wat ik... altijd heb gedacht of geleerd. Het zou me niet verwonderen als je inderdaad over een geruime tijd daarachter komt. Als je ook een nieuwe kennis tot je neemt en tot dat soort inzichten komt. Ja. Maar dat is eigenlijk voor iedereen weggelegd. Omdat dat is voor de hele mensheid. Nee, wij zijn allemaal bewoners van dit universum. En het universum is niet alleen de aarde. Er is gewoon zo ongelooflijk meer. En het is gewoon te bizar voor woorden dat echt 95% van de bevolking nog steeds denkt dat overheden en de NASA en de ESA en dat soort instanties op zoek zijn naar het bewijs. Het bewijs ligt werkelijk voor onze deur.
Ja, en wij worden dus allemaal gek gehouden door Wij worden belazerd. Dat is zo. Ik bedoel, dat het ging om de olie. Maar dan komen we toch weer even terug om de olie. En om de, maar het gaat om iets veel diepers. Het gaat om het beheersen van het bewustzijn van mensen. Dus. Het gaat om het beheersen van het bewustzijn. En natuurlijk speelt olie. Als je ufo's naar buiten brengt, en het hele verhaal naar buiten brengt, dan kom je uit bij Duitsland. Ik ben in 89 in Duitsland geweest. Godverdomme, weer die moffen? Ja, weer die moffen. Inderdaad, toen in die tijd nog. En ik wist het al. Schweinsteiger, hè? Dan kunnen we wel met z'n allen in de EU zitten, want dan is het gevaar geweken. Nou, de groeten. Maar goed, zij hadden die techniek dus al. En en dan is het ook heel makkelijk om mensen uit te leggen van iedereen die het over ufo's heeft, die wordt gek verklaard. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Wat om gaat is die technologie die bij ufo's wordt gebruikt. En die zou acuut kernenergie en olie overbodig maken. Dus er zitten financiële belangen zitten er ook bij. En er zitten bewustzijnsbelangen bij. Dat is een milieuvriendelijke oplossing voor energie. Is er gewoon absoluut. Handen. Op dit moment is dat zeker. Dat ligt in de kluizen bij grote coöperaties. En het wordt nodig tijd. Die oplossing dat dit ligt daar. Ja, die liggen daar. Die hoeft niet, geïmporteerd te worden. Nee, wij blijven consumeren. Die kennis is er. En in Nederland. En we zijn er zelf ook mee bezig. Het, hè, wat je zegt. Het is allemaal klein houden. Onbewust dom houden in schulden houden. Want schulden zijn ook een word. Ik bedoel, wordt steeds meer van ons geëist. Ik bedoel, wij zijn gewoon in een slavenrol gedouwd. De een verdient wat meer dan een ander. En daarom denken we dat degene die wat meer geld heeft, een hoger bewustzijn heeft. Maar ik kan eerlijk zeggen dat het absoluut niet zo is. Mevrouw, heeft u de Matrix gezien? Die film de Matrix? Ja. En dat je dus als mens dus aan een soort infuus ligt in een badje. En dat je voor de gek wordt gehouden voor het leven wat je eigenlijk leidt. Dat het onzin is. Zo voel je het nu, hè? Is dat eigenlijk ook gaande met ons? Eigenlijk wel, ja. 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 Ik herken veel van de Matrix in de manier waarop wij hier nu als mensen leven. Ja. Dus Jan en ik denken van, nou, we zijn hartstikke leuke, gezellige boerenhond. Zo, jongens, we presenteren een radioshowtje, we doen dingetjes hier en dingetjes daar. Maar eigenlijk is dat niet zo. Nou, of is dat weer? Dat is jouw perceptie. Ja. Het is je perceptie dat je dit beleeft. Want uiteindelijk lig ik ook aan een soort infuus van een soort grote overheden of zo. Ja, zo zou je het kunnen zien. Is het niet mogelijk dat jullie even hier de boel komen veranderen? Dus dat je binnenvaart met een paar schepen. En zegt tegen de Shell en tegen de alle grote sionistische complotten. En dat soort situaties. Rot even op, we gaan het even opschonen. Want we gaan het even leuk doen hier. Waarom doen jullie dat niet? Zo simpel ligt het helaas niet. Waarom niet? Omdat het ook te maken heeft met processen die hier op aarde aan de gang zijn. Ja, hoor. En daar moet heel voorzichtig mee omgesprongen worden. Maar jullie willen goed doen en het gaat over universele liefde en wat dan ook. Nou, breng dat dan even. Er zijn van de gezeik. In Syrië wordt op dit moment 250 mensen per dag afgeknald. Nou, dan kan je dus stoppen door binnen te varen en zeggen kappen. Ga het anders doen. Ja. Waarom doe je dat dan niet? Het is heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk dat je zo kunt denken als mens. Maar het is wel zo dat de processen die hier aan de gang zijn ook met die mensen te maken hebben die dat bewerkstelligen. Die ook bezig zijn hun bewustzijn te verruimen om daarin mee te kunnen. Is er ook een universeel kwaad eigenlijk? Dat is er. En dat is de reden waarom er mensen zijn. Maar dat is ooit vanuit een bewustzijnsvorm gecreëerd. Hè? Mensen zijn gecreëerd vanuit een staat van liefde. Maar er is een scheiding geweest tussen twee krachten, waardoor deze dualiteit die we nu ervaren is ontstaan. Maar de mens, hoe moet ik dat zeggen? Zijn wij het product van zeg maar het misgaan van die dualiteit? Zijn wij het afval geworden? Nou, zo zou ik het absoluut niet willen stellen. Nou, we maken een klerenzootje met elkaar. Nu wel, maar in wezen zit er een liefdevolle potentie in. Ja, dat dus Jan heeft een bijzonder liefdevolle potentie. Er is een mogelijkheid. En veel. Ja, er is een mogelijkheid om iets moois neer te zetten. Ja, ook voor jou. Ja, waarom nou, Jan? Dat is nou mogelijk. Nee, maar laten we zeggen, er is een mogelijkheid dat we het gaan redden met z'n allen. Ja. Dat vind ik wel lekker, hoor. Moet ik eerst zeggen. En vaak hoor je dan met de religieuze mensen zeggen, ja joh, we gaan met z'n allen kapot en de stekker wordt eruit getrokken en het gaat op zwart hier. Maar ik vind het wel lekker dat u zegt dat het leuk wordt. Ja, dat is de bedoeling. En is er dan ook nog steeds bier? Nee, maar want dat is natuurlijk... Er is nog veel meer dan, ja. Ah. Allemaal mooie dingen, Ja, I like that.
Het is goed. Ben je er dan ook nog steeds? Hè? Ik ben er ook nog steeds. Dat vind ik wel een geruststellende gedachte. Een biertje drinken, denk ik. Dat komt wel goed. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik begin er steeds meer op te hopen dat het zo is. Het klinkt hartstikke gezellig. Nee, maar het wordt dus alleen maar leuker ervan. Ja. En meneer Teuber, dat is ook zo. Want u staat natuurlijk met die partijen in de belangstelling om natuurlijk die Tweede Kamer te bestormen. Nou, je hebt natuurlijk partijen die zeggen van ja, we flikkeren die Grieken eruit en dan komt het goed. En er zijn mensen die denken, nou, dat moeten we dan maar doen. Maar als u zegt van nou, luister jongens, stem op mij. Ik maak contact met die aliens en die zien er net zo mooi uit als mevrouw hier. En die komen hier universele liefde brengen. Nou, ik ga erop stemmen. Dan. Begin maar eens met de schuldenschap. Ze hebben ons de meest opmerkelijke partij genoemd en daar zullen we voor staan ook. Dus wij komen met veel informatie. Dat doen we al 10 jaar. En daar wijken we niet vanaf. Nou, binnenkort ook bij u in de wijk, de vertegenwoordigers van buiten. Prachtig. Namens Meer Teuben. Nog één vraag. Eén vraag? Ja. Ik ben het afgerond. Een beetje mijn ordinaire zijn moet ik nog een beetje op de radio tentoonspreiden. Bent u lichamelijk helemaal zoals vrouwen die denken dat ze hier vandaan komen? Ja hoor. Ja. Er zit niks, zit geen extra knopje op dingen? Nee, of, ik ben volledig mens. Ik moet zeggen, die hogere bewustzijn is voor een prikkel ook wel hoor. Maar bent u dan ook bijvoorbeeld wel zagrijnig? Ook, ja hoor. Echt een humeurtje? Ook daar heb ik mee te maken. En moet u dan ook uw benen scheren bijvoorbeeld? Dat soort dingen? Nee, maar ik zou toch hier. Nee, maar als je een alien bent, dan denk ik, nou, dat flikker op, dan ga ik niet scheren. Dan is poep, weg. Maar dat is, dat, ik ben een echte vrouw, dus ook dat soort dingen geldt voor mij. Oh, ja. Ja, en vindt u mij een leuke man? Ik vind u een aardige man. Nou, niet, aardig dat klinkt als een hele lieve, empathische afwijzing. Jan de broek kunnen zijn. Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat Scott hier mijn broek kan houden. Nou, ik ben bang dat het ook hier weer misgaat tussen jou en de buitenaardse samenleving. Maar goed, mevrouw, mag ik u ongelooflijk bedanken dat u vanavond bent geweest? Ja. Ik bedoel, uw stem is natuurlijk wat veranderd. Het wordt wat lastiger geaccepteerd. Hè? Ja. Wie u bent die u bent. Ja. Maar bedankt voor de moed om hier te komen. Meneer Teuben, u ook bedankt. U bent natuurlijk wel bekender, maar dat komt ook omdat u de Kamer wil. Maar u heeft ook even verteld dat u niet alleen maar hier vandaan komt. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken dat jullie bij Echte Janne waren. Want we hebben toch wel wat geleerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie de toekomst weer wat zonniger in. Je ziet er ook heel anders uit. Je straalt ineens. Ja, ik straal opeens. Dat is toch mooi? Ja, dat is het. Ondanks dat ik dus... ik ben door heel wat wijven afgewezen in mijn leven. Maar nu ook nog door een alien. Nou, dat is toch wel aardig. Wat ga je hier voor de eerste keer? Dan neem je mee naar huis. Kerel! Weet je wie mij vannacht niet wilde? Nou precies. Jongen. Goed, hele aardse dingen nu dan. De Tour zit erop, Wimbledon is voorbij, het EK is vergeten. En vanaf volgende week is onze sportgod Leo Driessen invaller voor de vakantievierende Jan Heemskerk. Voldoende te bespreken dus in... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goeienacht Leo Driessen! Hey, normaal doe ik Jan Rosa, toch? Ja, leuk. Ik dacht, doe ook een keer. Oh ja, dat voor de laatste leuk. Keer voor ik met reces ga. Je gaat met reces, noem je dat zo? Ja. Radio reces. Ja, ik ga op werkbezoek, Zuid-Frankrijk. 2 weken. Ja, camping controleren. Maar het mooie verhaal is natuurlijk dat Leo Driessen je komt vervangen, hè? Leo! Ja! Je komt 2 weken hier in de studio zitten, hè? We gaan eens eventjes de boel op stel te zetten de komende 2 weken. Als je het echt moet, hè? Ja, begrijp het. Is het niet ene? Hey Leo, laten we het even hebben over sport. Want daar ben je toevallig nu op dit moment voor. Nou, ja. Sport. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niks te vragen. Nou ja, we kunnen toch even de Tour de France doornemen. Ik ben ook geen fan van, maar... Ik vond er geen reet aan, Leo. We hebben net Johnny Hoogland gesproken. En ik zei tegen Johnny Hoogland ook. Er was geen reet aan, Johnny en Johnny Zuik. Voor de kijker was er geen reet aan. Nee, we spreken straks Johnny Hoogland. En we zeiden er nog, er was geen reet aan. Godsamme kraken nog aan toe. Ik vond het wel aardig. Ja. Nou, vertel eens even, waarom vond je het aardig? Waarom vond je het aardig? Hebben we Johnny Hoogland nog niet gesproken? Nee. Nou, ik denk dan dat Johnny Hoogland straks zegt... dat er geen reet aan was voor de kijker. Dat precies. Denk ik, hè. Maar Leo dat zei... Dat heeft u nog niet gezegd, hoor. Dat heeft u helemaal nog niet gezegd. Dat is ook niet opgenomen, hoor. Nee, dat gaat hij wel zeggen. Ja, dat denk ik. Maar ik denk dat hij dat wel gaat zeggen. Maar Johnny Hoogland gaat ook zeggen waarschijnlijk... dat het voor de kenner toch wel een hele mooie tour was. Leo, ben je het daarmee eens? Ja, was het wel een mooie tour. Dat gaat hij denk ik ook zeggen, straks. Maar nu nog, heeft hij nog niet gezegd, hoor, straks. Nee, maar ga ik dat ook wel zeggen. Nou, Leo, hoe was de tour? Nou, voor de kenner was het een ontzettend leuke tour. En voor de kijker?
Ja, weet je... het past wel een beetje in de lijn van de sportzomer. Oh, je bent een beetje op zoek naar geen reet aan, hè? Ben je op zoek naar? Nee hoor, beste Jan Roos, helemaal niet. Voor de Nederlanders was het niks, hè? Er was überhaupt geen reet aan. Er was geen reet aan. De Tour was geen reet aan. Er was er straks een gast op de radio, zodat ik te luisteren, toen reed ik hierheen. En die zei, eigenlijk moet je de eerste anderhalf uur kijken, dan het hele middenstuk niet, en dan de finale. Maar dat middenstuk, daar is geen reet aan. De Tour was geen reet aan. Dat is ook wel zo. Zeker Sebas heette die man. Wie? Sebas. Nou en? Hele nou, rare en. Naam. Roos Sebastian Timmerman. Sebas. Luister, ja. Leo, de Tour was geen reet aan. Ja, nee, goed. Maar dan zitten we nou al 5 minuten zitten dat te herhalen. Nou ja, zal ik nou zeggen wat er toch wel leuk was? Het zou fijn zijn als je eens wat zou willen zeggen. Zou jou hier de show binnen om wat te zeggen, om daarover te zeggen. En ik zeg dat 5 jaar toe de Tour is geen reet aan. En dan moet jij zeggen, nou Jan, daar heb je gelijk in. Of nou Jan, ik denk het niet. Hé, weet je wel, maar tot nu toe zeg je niks. Leo! Nee. Maar het is ook heel lastig om er bij jou tussen te komen. Wat heb je allemaal... Dat zeg ik nou ook, dat zeg ik ook altijd. En dan zeg je, ja, je was weer stil vorige week. Zie je, vind je het gek? Ja. Het gaat allemaal door, jongen. Over je Big Games kerk. Hé, Jan Roos. Hetzelfde altijd. Jan Roos. Ja. Dat gaat volgende week wel even anders, hoor, dit zo. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, vertel nog maar even wat over zou de Tour. Zou meteen van zijn backmappen, echt waar. Nou, jij binnenkomt, kijk, even wat over deze Tour. Ik heb enorm genoten vandaag bijvoorbeeld van de eindsprint. Die moet je op je gemak nog maar eens even terugkijken. Wel, dat was van mijn leven niet. Ja, dat was echt mooi gedaan. Leuk. Nou, ja. vertel het maar play by play. Over de Tour, niet over de eindsprint. Kom op, even over de Tour. Nee, wat was van de Tour? Vertel eens wat over de Tour. Hoe was de Tour? Nee, als je het over hebt, de jongste kampioen Boas van Hagen, die heeft gewoon van alle renners, die is ook van Sky, heeft hij de meeste keren op kop gelegd. En die gaat vandaag in de finale gaat hij de sprint aantrekken voor Cavendish. Eerst doet Wiggins dat een stukje, dan die Noorse kampioenstrijd, moet je maar kijken. En dan denkt hij van, en dan ga ik nog een stukje... En dan is die Cavendish is daar al voorbij, jongen. Die denkt van, hé, ik kan nu al gaan sprinten. En dan verrast hij, Boas van Hagen, zijn ploeggenoot mee, maar hij verrast ook alle andere medesprinters ermee. Ja, dat is fantastisch. Dat was echt heel mooi om te zien. Ja, hey Leo, jij zei Froome die gaat het winnen. Nou, die had het natuurlijk wel kunnen winnen. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nou, nee, dat zei je vorige week nog, hoor. Niet zo hard, maar we hebben het wel. Vorige week gezegd dat Froome ging winnen. Oh, jij bent Nee, dat kan ik toch nooit gezegd hebben. Is Leo, ben je een alien eigenlijk? Huh? Of je een alien bent eigenlijk? Ikke? Ja. Want? Dat weet ik niet, zomaar. Ja. Nee, maar Leo, we hebben gasten die zeggen dat de aliens in mensvorm hier op aarde zijn gekomen. Is dat zo? Ja, nou. Omdat je zoveel weet en zoveel kan, dachten wij, misschien is Leo dan ook wel een alien. Nou, dat is inderdaad wel waar, ja. Nou, maar daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Hé, hey Leo, nog even over de voetbalcompetitie, want die gaat bijna beginnen. Leuk idee. Nou, de fiets is afgelopen. Feyenoord is al bijna in de Champions League, man. Maar even, als we nu even kijken naar de aankopen, et cetera, van de telecompetitie. Oh, dat weet ik niet meer. Hoe heet het nu tegenwoordig? Eredivisie. Ja. De Eredivisie. Wie gaat het worden? Wie wordt kampioen? Leo, wie wordt kampioen? Ajax. Ja, dat denk ik dus ook. Wel, wat is het uiteindelijk geworden tegen Celtic? 4-0 gewonnen, hè? Jezus, een hoop, hoor. En weer een prachtig talent even in de wei geschopt. Die gaat ons vermaken van het seizoen. Meneer Fischer. Meneer Fischer, dat was mooi, hè? Maar, geweldige voetballer, 18 jaar jong. En uit Denemarken afkomstig. En hij praat perfect Nederlands. Heel onbevangen, vrij staat hij de pers te worden afgelopen. Ja, gewoon een geweldige voetballer. Ja, hartstikke super. Mooi. Ja, mooi talent. En PSV die zegt, joepie de poepie, we hebben Narsing. En Ajax zegt, godverdikke, maar we hebben Narsing niet. Maar is dat een aanlating dan voor Ajax? Of heeft PSV daarmee... Nee, gek. We halen die Japaner komt toch? Die even bij Feyenoord gespeeld heeft. Chakamokonoto. Precies. Leuk. En daar de broer van. Hé, dus Ajax wordt dus kampioen. En Feyenoord wint de Champions League. En Feyenoord moet blij zijn als het zich uiteindelijk kwalificeert voor de groepsfase van de Europa League. Want die gaat natuurlijk tegen Dynamo Kiev kansloos zijn. En dan, als je de eerste ronde van de voorronde Champions League eruit vliegt,
dan moet je nog een voorronde wedstrijd spelen om in de Europa League terecht te komen. Dus zo makkelijk is het allemaal niet voor Feyenoord. Dat wordt heel lastig voor Feyenoord. Hey, maar dus Ajax wordt kampioen dit seizoen. En, ja. Hoe zit het met de Olympische medailles op de Spelen? Heb je daar ook al een idee over? Nee, ik kan wel de naam geven van de eerste trainer die ontslagen wordt het komende seizoen. Dat vind ik wel leuk. Daar nemen we even de tijd voor. Leo Driessen. Of die ontslag neemt. Kom maar, Leo Driessen. Wie wordt het? Kom maar. De eerste trainer die zelf eerder opstapt is Ronald Koeman. Gooi hem erin! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Driessen, onze sportman, onze sportgoeroe, die vertelt al, Ronald Koeman is de eerste trainer in de Eredivisie die opstapt. Liever gezegd, die zegt, tabé! Ja. Oké, leuk. En waarom dan, eigenlijk? Ja, of niet, natuurlijk. Ja, je hebt gelijk ook. Kan ook... Nee, maar dat gaat, let maar op, dat Feyenoord gaat geen geschiedenis zijn van het afgelopen seizoen. Door alle goede spelers die zijn weggehaald. En daar kan Koeman helemaal niet zoveel aan doen. Nee. En er gaat ook niet te veel materiaal bij komen. Dus ik voorzie dat geen lang huwelijk meer is. Dus Koeman zegt, weet je, met dat soortje puin kan ik geen glorieuze daden verrichten, opzouten, wegwezen. Zo zal hij het daar niet zeggen. Maar het is wel zo. Ja. Maar het zal niet makkelijk voor hem worden. Ik denk niet dat hij dat... Wat Leo, wat een beetje de situatie is... kennende dat hij dat trekt. Wat? Want de situatie is natuurlijk bij Feyenoord is dat ze natuurlijk op Guidetti zijn ze als een waanzinnige zijn ze daar aan opgetrokken. Die jongen die is nou weer terug. Ja. Maar ik hoor dus dat Ajax nu ook bezig is met een spits te huren van Arsenal. En dan denk ik, dan krijg je weer het Guidetti-effect. Want stel nou dat die jongen heel erg goed is, dan is hij over een jaar ook weer pleiten. Daar heb je toch niks aan in je team? Ja, en Ajax en Feyenoord, die hebben trouwens de spits niet aangetrokken. Die Telstra wel heeft aangetrokken, spits van Arsenal. Hè? Ja, let op zijn naam, Reece Murphy. Hij heeft in de afgelopen oefenwedstrijden al 3 keer gescoord voor Telstra. Zo. Tegen Murphy, de Ier, Jan. Gewonnen van een Turkse eredivisieclub gisteren met 2-0. Ja, is niks. Gaan we eraan staan? Ja, gaan we eraan staan. Tweede goals van Murphy. Leo, volgende week ben je hier in de Echte Jan studio. Heb je er zin aan? Ja, ik heb er enorm veel zin in. En ik wens Jan Heemskerk een bijzondere vakantie toe. Waar ga je eigenlijk heen, Heemskerk? Ja... Zuid-Frankrijk, campingschecker. Ja, een campingschecker in Zuid-Frankrijk. Nou, je hebt gelijk ook. Een heel eenvoudig trekkersteentje. Hey, en Leo, tot volgende week hier in de studio. En dat wordt gezellig, of niet? Wat loopt nog? Hè? Ja, zeker, of niet? Leo! Neem een Alka-Seltzertje mee, voor Jan. Ja, we maken er wel mooi van. Driessen, mag ik je bedanken. Ja. En een hele goede week wensen. En tot volgende week. En dan zit je hier lijfelijk in de studio's van een echte Janne. Nodig Reece Murphy. Tot volgende week, heren. Reece Murphy. Leo! Reece Murphy, let op zijn woord. En Maslo, de groetjes. Dag! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou, je denkt dat we even de Tour de France doorheen hebben gejast. Maar we zijn er nog niet in, Jan. Nee, absoluut niet. Ongelooflijk. Nee. Zijn we lekker bezig. Er komt nog veel meer. Jan is ook de oude space vandaag. Maar luister eventjes over oude space gesproken. Hij ging toch maar mooi over de streep in Parijs, hè? Johnny Hogeland. Hij had zich er vast meer van voorgesteld. Maar als je als Nederlander deze Tour al aan het eind komt... ben je al een winnaar. We zijn daarom even met de renner van Vakantselij DCM. En ik zeg, hele goede nacht, Johnny Hogeland. Goeienacht. Nou, je bent binnen, Johnny. Godsamme kraken. Gefeliciteerd, zeg. Ja, dankjewel. Dat viel niet echt mee, de laatste paar dagjes. Het was even afzien, het laatste stukje nog. Ja, de laatste week ging het eigenlijk beter dan de eerste. Maar ja, je snapt altijd op een duur aan het eind. Dan wil je gewoon naar huis. Hé, maar Johnny, we dachten heel eventjes dat je nog misschien wel een etappetje zou kunnen winnen. Maar waarom ging dat nou niet? Omdat het niet zo eenvoudig is om een etappe te winnen in de Tour. Wat zeg je? Omdat het niet zo eenvoudig is om een etappe te winnen in de Tour. Nee, daar heb je gelijk. Je bent een beest van een gozer. Je hebt een doorzettingsvermogen van een paard. Vorige keer hing je in die prikkeldraad en je trapt ook gewoon door. Je bent wel een kanjer. Dus waarom zat het er niet in dit jaar? Ja, ik heb 2 keer Tour en ik heb nog nooit rit gewonnen. Dus maar ja... Ja, ik zat een paar keer in ontsnapping en er kwam dan de winnaar uit. Maar ja, die was gewoon sterk. En altijd ook vaak grote roepen, dat we ineens met 20, 30 man vooruit reden. En
dacht, op het eind wonder wel iemand, maar de rest werd allemaal teruggepakt. En ja, helaas, ook een beetje tikkertje geluk. En misschien net niet sterk genoeg, hè. Hey, die Wickens heeft nu gewonnen, maar er is eigenlijk geen reet aan geweest, hè, de hele tour. Ja, voor een buitenstaander is dat natuurlijk saai om te zien. Nou, maar, zeg, vreselijk, joh. Ik heb veel bewondering voor die gast eigenlijk. Ja, dat is prima, maar dat is ook zo. Ik bedoel, normaal voor een oud-Zuidlap, dat is natuurlijk prachtig dat hij gewonnen heeft. Maar er was niet echt heel veel aan, vond ik. Nee, voor de buitenwereld was het een hele saaie tour. Zeker weten. Maar toch is het namelijk bijzonder dat iemand in de tijd, in het eerste tijdrit van die tweede, staat nooit meer laag. De eerste rit naar boven staat hij op de eerste plek in de gele trui. Die houdt hij. De enige bedreiging is zijn eigen knecht. Ja, het is ook wel heel sterk natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij toch een paar keer niet gewacht had. Hey, wat vind je van die Froome, wat hij ook gedaan heeft? Hè? Hij liet duidelijk blijken iedere keer van ik ben veel sterker dan die slappe hap in die gele trui achter me. Met het handje van, kom nou in mijn wiel, man! Weet je wel, wat vind je van die Froome? Vind je dat nou netjes dat hij dat gedaan heeft? Ja, uiteindelijk is het heel netjes geweest. Hè? Want ook Wickens uit de wiel kunnen rijden misschien. Dus ik vind, ja, hij heeft zich toch aan de stallen beschouwen. Alleen is altijd wel tegen de zin zijn geweest. Ik weet wel zeker. Ik denk, als hij had gedacht van, krijg de kleren maar. Dat was hij weggepeerd. Want die man had de kracht in zijn poten, die Froome. Wie weet, misschien... Ja, weten we ook binnenkort. Als je een andere ploeg had, dan weten we genoeg. Hey Jordi, ik ga even een gewetenskwestie aan je vragen. Gewoon even, ik gooi me er even in. Stel nou dat jij nou knecht was van een of andere lul Hannes in het geel. Terwijl je wist dat je veel sterker was in de bergen. En dat je wist dat je kon winnen. Was je weggereden of was je voor hem gebleven? Ja, als die kopman een lul Hannes was, was ik weggereden. Dan had je die gele trui gepakt, hè? Want dan ben je gewoon onsterfelijk. Dat denk ik wel. Hey, wat zou er dan gebeuren? Joy, luister, je doet dat dus, hè, die lul behangen waar jij van denkt, ik krijg kleren ook, ik rij weg. En jij komt 8 minuten 27 eerder binnen, dan geef je nooit meer weg. Of moet je dan de volgende dag van je baas 10 minuten laten vertrekken? Hoe gaat het dan? Ja, moet je een punaise in je eigen band houden. Ja. Ik weet het niet. Ik denk wel dat het bij Sky wel een paar keer een beetje heeft gerommeld. Ja, dus hij is echt teruggefloten, die Froome. Niet een beetje zuinig. Gewoon echt van, je moet daar stoppen. Nee, voor de buitenwereld is het allemaal netjes geweest, maar ik denk wel dat ze toch een paar keer eibel hebben gehad in de ploeg. Ja, als je bijvoorbeeld zag dat hij op een gegeven moment op die berg zei van, blijf nou in mijn wiel met dat handje. Ja, dat is heel erg. Dat doe je niet naar Wiggins, dat doe je naar de buitenwereld. Dan laat je alleen maar zien van, ik ben veel sterker dan die slapjanus met die bakkenbaarden. Wow, ik vind niet echt een slapjanus op Wiggins, maar we zullen het zien, hè. De volgende toeren. Daarover gesproken, je hebt er nou alweer een paar rondjes over na kunnen denken. Een beetje uit, je klinkt al helemaal weer een soort van normaal. Wat heb je nou geleerd deze tour? Wat is de les, de belangrijkste les? Wat heb je geleerd? Dat de tour met niks te vergelijken is. Met echt helemaal niks. Dat de tour die staat zo ver boven alle andere wedstrijden, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, dit is het grote ding. In welk opzicht? Is het gigantisch zwaar of onvoorspelbaar? Wat bedoel je precies? Het is enorm hectisch. Het is enorm zwaar. Er wordt gewoon harder gekozen en andere koersen. Enorm veel aandacht van alles en iedereen. Elke scheet wordt eigenlijk komt in de pers als je niet oppast. En het is gewoon een enorm zware koers. Hey Johnny, maar hier hebben ze op Radio 1 de hele zomer hebben ze de sportzomer. Nou, het EK was natuurlijk kutje nogen, driewerf de boom in. En de EK, of in de Tour de France, flikkerden alle Nederlandse wielrenners op een kanus. Had je dat ook het gevoel dat jij, omdat jij het welp uitgereden, dat je extra moest presteren voor Nederland? Of overdrijf ik nu een beetje? Ik baal sowieso van die valpartij van Wout, want ja. Ja. Hij ligt gewoon zwaar rond het ziekenhuis. Dus ja, ik denk niet dat je als wielrenner dat zelf wil. Dus ja, zeker de buitenwereld. Niet. Het gaat wel een beetje beter te gaan met hem al, hè? Dat wordt lezen. Ja, volgens mij wel. Maar ja, natuurlijk wel meer jongens. Het is gelegd over de slechte Nederlanders, maar ze kunnen ook natuurlijk denken aan iemand zijn gezondheid. Dus uit naar met hem gaan. Nee, zeker. Met Wout Poels is natuurlijk vreselijk. Maar er zijn wel heel veel Nederlands gesodemieterd. Ja. Zelfs Robert Gezink, die zei ook van, nou, ik stop er wel mee. Het waren wel heel veel die zeiden van, kap er nou wel mee. Wat zeg jij tegen mensen die klagen dat die renners tegenwoordig wel heel makkelijk van hun fiets afstappen? Nou ja, ik kan er niet over meepraten. Want als een ander van zijn fiets afstapt, ja, moet je zelf weten. Maar ik heb gewoon met een vierde grote ronde achter elkaar uitgereden. Hey, maar Johnny, luister eventjes. We hebben hier een show die heet Echte Janne. Ik weet nog wel dat de vorige keer hing jouw halve reet in het prikkeldraad. Maar je ging wel gewoon doorfietsen. Dan ben je dan gewoon een echte Janne binnen een kerel. En tegenwoordig stapt iedereen maar af met een blauwe plek, weet je wel. Bouw je er niet van? Ik denk niet dat iedereen zomaar af is gestapt met een blauwe plek. Nee, onderschatten wij dat heel erg?
Snappen wij dat denk niet ik goed? Wel, ja. Ik denk dat, ja, leg eens uit. Dat je dan niet beseft hoe zwaar de toer is. En als je valt, dan... Ja, niemand stapt voor zijn plezier af. Hé, hey Johnny, ik wielren zelf ook, omdat ik dat lekker vind. Lekker. Ja, nee, ik vond het echt... Nee, ik heb 2 dagen geleden de rij van 90 kilometer. Ja, dat is echt waar. Alleen, ik val er niet echt heel erg vanaf. Hoe komt dat nou? Ja, weet ik niet. Misschien fiets je niet hard genoeg. Nee, je buurman is wel afgevallen, hè? Ja, die is eraf gevallen, heeft zijn ribben gebroken. Ja, lekker bezig. Nou, nee, maar ik rij een soort... Ik ben een zeg maar een hobbypiloot en ik rij zo'n 32 kilometer per uur vlak. Is dat niks? Ja, ik vind dat best hard, maar misschien eet je gewoon te veel. Ik weet het ook niet. Nou, ik zou een beetje kunnen, te veel, denk ik, Johnny. Nee, goed. Hé, maar Johnny Hoogland, jij bent een ongelofelijke held. Dat vinden wij hier bij Echte Janne. Kom je een keer als gast bij ons in de studio? Ja, dus ik kan... Kunnen we eens kijken, hè? Als jullie niet te rare vragen stellen. Wij vragen helemaal niks over doping. Dat is afgesproken. Want wij zijn allebei een soort matchmates op dat moment. En bovendien vinden wij doping. Ik over doping, hoor. Dat ligt er niet aan. Maar dat zouden we heel leuk vinden als je een keer bij ons komt. Vind je dat goed? Ik vind dat goed. Alleen moet wel passen in mijn programma. Ja, natuurlijk. Ja. En weet je wat? We gaan in ons programma. Ja, zo is het. En we houden ons gewoon aan jouw dieet. Als je op dat moment alleen maar... Bosrepen eet. Dan vreten wij ook bosrepen. Dat doen we gewoon met je mee. Prima. Nou, tot de volgende keer. Ga je de Vuelta doen of niet? De Vuelta, ga je dat nog doen? Ik ben nog niet uit. Ja, je moet gewoon lekker doen, John. Waarom niet, joh? Je hebt toch niks anders te doen. Ik heb genoeg te doen. Ik heb ook nog een huis en een... tuin en hond en schapen, dus ik heb genoeg te doen. En een huis in een tuin en hond en schapen. En hiermee stoppen we. En een vriendin. Mooi, dit was en een vriendin. En dan komt het laatste. Eerst een huis, een tuin, de hond en schapen. En oh ja, ook nog een vriendin. Johnny Hoogland, ongelofelijke held, want je hebt de Tour de France uitgereden. En dan vinden we jou gelijk een ongelofelijke echte Jan. Dan vinden we jou een kanjer. Ongelooflijk bedankt dat je even met ons wilde praten, vriend. Johnny, bedankt. Is goed. En heel erg heb je pijn in je reet trouwens? Heb je pijn in je reet naar de Tour? Nee, heel veel pijn in mijn kont. Oh ja, fuck. Even 2 weken op ijs. Inderdaad, lekker naar het strand. Hou hem hard, jongen. De mazzel. Hey. Echte Janne. De VAR heeft Paul de Leeuw. De KRO heeft Arie Boomsma. De NTR heeft alles wat zwart en gespikkeld is. Maar wij hebben... Martin. Martin is vandaag naar het strand geweest. Niet om bruin te worden, nee. Ik trek niks uit. Het is vreselijk als je ziet hoe die Nederlandse mannen erbij lopen op het strand. De strakke broekjes waar hun klein geschapenheid kunt zien. Of de veel grote zwarte Hawaii shorts met die felle kleurtjes. Waarbij die pijpen over die klosknieën vallen. Nee, nee. Die benen zijn wit en krom. Die armen bruinen doen. Die bierbuiken loeberen over het randje van hun zwembroek. De mannenborsten... Die wiegen heen en weer. Want je denkt toch niet dat ze met hun lelijke pens roestig blijven zitten. Nee, nee, er moet iets gedaan worden. Dan zie je ze met hun verbrande roeg Jules de Boer spelen. Hè? En maar boeken met dat vieze lichaam. En maar al het vet laten drillen. Nee, een echte kilo zoals Martin. Die laat zich niet zo bekijken. Die houdt zijn kleding aan. Om naar die meisjes te kijken. Want ik heb vandaag een tit of 56 gezien. In alle soorten in Maarten. En ik ben er gek op. Alleen valt het mij op dat die dames niet meer zo vaak topless zonen. Ik moest godverdomme 18 kilometer lopen om wat van dat tittenvlees te bekijken. Godverdomme. Damme, ik had pijn aan mijn poten om een paar van die blote prammen te vinden. Het is een grote schande. Meisjes, gooi jullie borsten in die lucht zonder bikini. Want jullie hebben die heerlijke vleesheuvels niet voor die kats en kut gekregen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En zijn trouwens een hoop lelijke wijven ook hoor op dat strand. Maar laten we eerlijk wezen, een lelijke vrouw is een engel in bed. Want die compenseren graag hun bochel. MUAA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 
kan hoor. Mij heel veel vertellen. Maar volgens mij was Martin bezopen. Martin is altijd lambuur, dus een mafketel is dat. In de meest recente editie van het JOVD-verenigingsblad. JOVD! De Dreammaster heet het ding. Zit een poster met de afbeelding van de schoonmaakster Khadija Tahiri. Waarbij de tekst staat: bank hangen en maar geld vangen. Vindt u dat normaal? Stem liberaal. Aanleiding voor de mannen van Joop.nl om de JOVD'ers te brandmerken als vieze, gore, smerige rechtse honden. Wat het natuurlijk ook zijn. En voor ons om te bellen met ex-JOVD-voorzitter Martijn Jonk in... Het Haags Geluid. Want Martijn Jonk! Goedenavond, goedenacht, goedenacht. Ja, zo is het, Martijn. En wat doe je eigenlijk in Rusland? Ik ben een week een vriendinnetje van aan het opzoeken. Een vriendinnetje aan het opzoeken, noemen ze het ook tegenwoordig? Ja, zeker, ja zeker. Ja, zo noem ik, ja, maar ja, je moet het een naam geven. De VVD is de laatste tijd ook totaal van hun liberale en rechtse beleid aan het afdwalen. Dus daarom dacht jij ook van, god... Ik ga ook gewoon naar Rusland. Waarom niet? Dat is eigenlijk ja, ik was wel een beetje... De socialistische bal halen, hè? Want jullie zijn niet meer wat jullie waren. Nou, maar je weet hoe het ervoor staat in de peiling met de SP en de VVD. Dus ik ben alvast gaan kijken hoe het er nou aan toe gaat. Ja. Na een paar jaar socialistisch beleid. Dus werkbezoek kun je het wel noemen, ja. En? Hoe ziet het eruit daar? Nou, ik ben in Sint-Petersburg en dat is eigenlijk een verdomd mooie stad. Maar ja, het is niet beter geworden. Martijn Jonkje was natuurlijk de baas van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. Jij hebt waarschijnlijk een champagnefles opengetrokken toen wij eindelijk weer een liberale premier kregen in dit land, Mark Rutte. Ik met Zeker. Jou en ik was blij. Eindelijk gingen we de liberale stroming in dit land en er is geen reet van terechtgekomen. Vind je dat ook niet? Nou, laat ik het zo zeggen. Ja, probeer het eens een beetje leuk uit te leggen. Probeer hier eens wat van te maken, wij zeggen. Maar... Nee, het was wat het afgelopen kabinet heeft gedaan. Er zijn een paar goede dingen gebeurd, maar de dingen waar ik van gedroomd had, dat zouden gebeuren als er een liberaal kabinet zou komen. Zoals? Ik noem wat als ontslagrecht. Bijvoorbeeld zoiets zoals dat we eindelijk het probleem die softwares kunnen oplossen door het te gaan legaliseren. Ja, wie de belasting een beetje verlagen. Maar ja, allemaal dat soort dingen, ik heb ze niet gezien. Nou, we kunnen in ieder geval lekker 120 rijden tussen Apkoude en Maarsen. 130. 130 zelfs, hoor ik net. Wel s'nachts. Ja, maar eerst gaan we nog een jaartje gewoon 100 rijden, toch? Met weercontrole. Ja, hey, maar goed, hey, luister, is er iets anders aan de hand, hè? Bij de JOVD, bij natuurlijk weg. Maar de JOVD heeft in het verenigingsblad de Dreammaster een poster gedaan met de afbeelding van schoonmaakster Khadija Tahiri. En de tekst, bank hangen en maar geld vangen, vindt u dat normaal? Stem liberaal. Nou, onze vrienden bij Joop.nl zijn er verschrikkelijk kwaad over. Die zijn arme hardwerkende schoonmaakster misbruikt voor een dermate opruide tekst. En het arme mens uitmaakt voor een luie hond die op de bank zit. Ja, dat wij is ook nog. Wij zijn eigenlijk een beetje kwaad. Het was onder jouw bewind zeker niet gebeurd, denk ik, Martijn. Nou, dat lijkt me duidelijk. Nee, ik had dat ding 2 weken terug al gezien, dat blaadje. En dan moet ik zeggen, kijk, het is een onafhankelijk blaadje binnen de JOVD. Daar wordt een hoofdredacteur verkozen. Echt? En eigenlijk bestaat die hele redactie uit brandende aapjes die zelf in hun leven nog geen vinger hebben uitgestoken. Nee. Ja, precies. Zeg maar zoals dus de JOVD georganiseerd is. Ja, maar ik vond het al een beetje. Nou ja, ik kon er al niet echt om lachen. Maar ik had eigenlijk nooit de schoonmaker erin gezien. Maar je weet dat de mensen van de SP die zien overal een kwaad. Ook wel een schoonmaker, hè? Die zien overal wel een kwaad kapitalistisch complot in. Dus nou ja, ik had nooit geweten dat het de schoonmaakster was. Ja. Nou, fuck it, ik vind het een bullshit probleem. Maar wat ik wel een groot probleem vind, Martijn Jonk van de ex-voorzitter van de JOVD. Is dat de VVD niet meer de partij is die we hadden. Je hebt het misschien in de gaten, Martijn. Het zit Jan behoorlijk dwars. Nou, ik ben het echt serieus. Ik zou je sterk vertellen. Ik heb op de VVD gestemd de afgelopen keer. Omdat ik namelijk een liberaal geluid wilde in dit land. En ik heb helemaal niks gekregen. Liever gezegd, alle liberale stromingen. Daar werd tegengestemd in de Tweede Kamer. Hè. We hebben de zondag winkelen, de weigerambtenaar. Wat hebben we niet allemaal gehad? Jij bent dus oud-voorzitter van de JOVD. Ben je ook klaar met de VVD? Vraag me dan af. Of ga je weet je wat het probleem is, Jan? Het is nog steeds de enige partij die in ieder geval nog een beetje in de buurt komt van wat liberaal is. En er zijn twee liberale partijen in het land. D66 en de VVD.
En D66 is wat mij betreft een beetje te sociaal-liberaal. Die hangt, ik bedoel, dingen als de vleestax, als je daarover gaat hebben, nou, dan moet je met mij niet meer aankomen. Nee, dat klopt. En wat dat betreft is de VVD gewoon wel een lekker niet lullen, maar poetsenpartij. Maar ja, wat de afgelopen tijd is gebeurd, ja, daar word je niet gelukkig van. En ja, gelukkig, als ik naar het verkiezingsprogramma kijk, dan ziet het er wel weer goed uit, hoor. Ja, er staan ja, ook een aantal hele domme dingen in, maar... Als je ziet, maar dat is toch goed uit. Maar ja, hypocriet als de tyfus, namelijk dat je nu roept A en in je verkiezingsprogramma dan schrijf je B. Ja, wat moet ik nou op stemmen, joh? Dan is er toch niks meer over, of wat? Ja, maar lieve jongen, dat is toch het hele idee van die coalitiepolitiek in Nederland? Nou, lieve jongen, luister, ik heb niet met je geknikkerd, mafketel. Is dat zo? Ik heb het niet met hem geknikkerd, of wel? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat jij met hem geknikkerd had, maar daar wil ik niet heen, die weg. Ik zou wel een keer met je zus willen knikkeren, maar ja, goed, nee, goed, maakt niet uit. Gaan we regelen. Hé, maar wat doe je, stem jij nog VVD? Ja, dat wou ik ook weten. Ik ga de komende keer VVD stemmen, ja. En waarom? Omdat het nog steeds, nou ja, wat ik je net zeg, het is nog steeds de partij die in ieder geval dichtbij komt van wat ik denk dat liberalisme is. Maar het is niet best, de afgelopen keer was niet best. Je zit in Rusland, wat doe je daar? Kom terug en red die VVD dan als je erbij wil horen. Domme jezus. In plaats van een beetje achter de wijven aan te rennen in Sint-Petersburg. Wat ben jij voor een flutfiguur? Die Sovjet-snol aan te douwen, we hebben je hier nodig, jongen. Ja, kom terug. Wat is er? Gaat het veel lekker bij Saan Primair trouwens, bij je school? Het gaat hartstikke goed. Ja, vind je leuk, hè? Beetje klooien over de gemeenschappelijke Zaanse scholen en de persberichten schrijven, toch? Ja, een beetje. In plaats van het land te redden. Weet je, nou ja, doen wat alle communicatiemedewerkers doen en dat doorgaans fijn, nutteloos werk, vind ik zelf. Ja. Maar ja, het schijnt een nodig beroep te zijn. Hey Jonk, luister nou eens eventjes. In de peilingen van Maurice de Hond vandaag staat Emiel Roemer dus bovenaan. Ja. De grootste partij van Nederland. Ja. Wat gebeurt er als de SP, en dat is namelijk ook precies waar we het vanavond in wat de geleuter over hebben. Van de SP is een gevaar voor dit land. Nou. Wat gaat er nou gebeuren als de SP hier de baas wordt? Blijf jij dan in Sint-Petersburg? Ja, kijk, weet je wat ik het grootste probleem vind aan de SP? Dat is dat er een soort van gigantische... afkeer is van alles wat te maken heeft met je eigen geld verdienen en met ondernemers. En weet je wel, waar dus ik er heel erg bang voor ben, is dat op een aantal punten het ongetwijfeld goed zal gaan. Maar dat de tarieven voor ondernemers omhoog gaan. De ruimte die ik krijg om mijn eigen zaak te gaan beginnen. Het hele succes, dat allemaal afgeschaft gaat worden. En daar ben ik wel heel erg bang voor. Nee, maar jong is een prima kerel. Die heeft een hele mooie zuster. Ja, we moeten wat meer pep in voordat hij premier kan worden. Hoor. Nou, het is wel een beetje sloompjes allemaal. Nou ja, ik zie wel die jonkers. Jij ziet hem wel komen? Ja, ik zie hem wel komen. Dat komt allemaal wel goed. Sorry, maar jongens, maar ik kan toch ook niet op jullie tempo meeschreeuwen? Zo is het maar net. Nou, maar moet eerlijk zeggen, als je uitkering trekker bent, dan wil je niets liever natuurlijk dat Emiel Roemer hier de baas wordt. Dan krijg je een hoge uitkering. Dan zit je goed. Nee, ja, laat ik nog even één ding zeggen over waar ik nou echt bang voor ben met de SP. Kijk, een van de grootste problemen die we hebben de komende jaren zijn die zorgkosten. Hè? Want zoals je weet, die zijn de afgelopen jaren gigantisch gestegen. Die zullen in de komende jaren nog veel harder gaan doorstijgen. En er zijn een hele hoop partijen die willen er serieus wat aan doen. Nou ja, de VVD, D66, GroenLinks ook wel een beetje, die zien het probleem wel. Ja. En de SP is eigenlijk samen met de PVV zo'n partij die denkt, wat kan het ons allemaal verrotten? Gratis geld voor iedereen en laat die zorgkosten maar ontploffen. En als we daar niks aan doen, en het wordt echt cruciaal die komende tijd, als we daar niks aan doen, dan krijgen we de grootste problemen de komende jaren. Hey Jonkie. En daar ben ik oprecht heel bang voor. Jonkie, weet je wat een heel groot probleem is? Nou? De godvergeten Europa. En daar zijn jullie bij de VVD, we zijn er dol op, hè? Er wordt nu gesproken dat de Griekenland failliet aan het gaan is. En dat kleine kut-economietje hebben we dus niet kunnen redden. En nu zijn we miljarden aan het pompen in Spanje. En dat is zo'n grote economie, die kunnen we zeker niet redden. Dus al die poen is weg. En daar staat de VVD achter. Nou, dan moet je je dood voor schamen of wat. Nou ja, wat we eigenlijk moeten doen. Kijk, is in feite zorgen dat we die Spaanse banken omhoog houden. En de Spaanse staat, dat moet toch niet zoveel kunnen uitmaken. Kijk, waar het om gaat... Spaanse banken, wat zijn godverdomme toch niet hier belasting aan betalen om een Spaanse banken hoog te houden? Kijk, even de touwtering. Wat moeten we nou godverdomme... Ja, dat zijn commerciële bedrijven. Als die een mismanagement hebben, hoeven wij dat niet betalen? Zie het even lekker voor je, joh. Wat mij betreft mogen die banken de kleren krijgen, mogen ze viert gaan. Ja, dat precies. Is een normaal bedrijf. Het probleem is... Ik ga godverdomme geen Spaanse banken redden met mijn poen. Luister eens even. Oké, luister. Het enige probleem is dat de pensioengelden en alle overheidsinvesteringen en alles zit ook in die banken. Op het moment dat die banken daar failliet gaan, dan hebben we pas echt een groot probleem. Want er gaan namelijk ook een hele hoop bedrijven en pensioenfondsen en dat te meuken over de kop. En dat is het grote probleem. Oh, het is een beetje kiezen tussen de tyfus en de tering.
Nou ja, daar komt het wel op neer. Nou, lekker en daarnaast dan moeten we ook wel een beetje. Kijk, we moeten. Dan maar de tering. Kijk, er is een hele hoop. Welke van de twee is dat voor jou? Kun je ook gewoon geld bijdrukken, natuurlijk. Heb je daar al aan gedacht? Wat dacht je van een lekkere, goede, bloedige oorlog? Oh, nee, ja. Dat vind ik niet leuk. Nee, ik ben niet van de oorlog. Ik vind de oorlog, nee, sorry. Maar dan ga jij toch in je kelder zitten? Ik ga wel gewoon. Ik ga gewoon. Nee, nee, een plagger. Ik ben een goede Europese oorlog. Hé, hey, Jonk, ben je lekker aan de wodka aan het zitten daar of niet? Zuip je af en toe een wodka? Ik ben net even een uurtje gestopt om jullie aan de telefoon te kunnen krijgen. Nou, ik zou je vertellen, je had best wel door kunnen gaan, want veelzinnigheid kwam niet uit je. Maar wat maakt het ook uit, dit is midden in de nacht, geen hond luistert. Hé, ga lekker aan de wodka. Hoe heet het ook alweer? Proost in het Russisch aan Jan, weet je wel. Geen flauw idee. Novostrovje. Nee hoor. Novostrovje. Novostrovje, jonkie. Nou. Hey, we spreken elkaar. Veel plezier met dat Russische meisje. Ja. En tot snel weer, hè, Martijn. En doe nog even een goed woordje bij je zus. Goed woord, ja, voor ja. Jan. Jan. Nee, maar dat gaan we regelen. Dat gaan we regelen, hoor. Hey, kerel, hou hem hard en hou hem groot. Martijn Jonk, doei. Vanuit Rusland. Ik dank je wel en goeiedag. Dag, Martijn. Doei. Dag. Het Haags geluid. Ja, je kan nu gratis bellen 0800-1121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling is, de SP is een groot gevaar voor het land. Ja, grootste partij in de peiling op dit moment. En wij zeggen bij de echte Janne, groot, rood, gevaar. Wat? Zo. Tot dat moment luisteren we nog eventjes naar de liefdespant. Die maakt zich niet vaak druk, maar begint zich af te vragen of het misschien verkeerd is. Dagboek van de liefdespant. Ik ken mensen die altijd boos zijn. Je denkt natuurlijk, hoe kan dat nou? Maar het kan. Ik herhaal, je hebt mensen die altijd boos zijn. Die 's nachts akelig dromen, 's ochtends boos wakker worden, boos gaan ontbijten, boos de krant lezen, woedend gaan werken, razend tv kijken en schuimbekkend in slaap vallen. Je vraagt je misschien af waarom. Waarom die mensen altijd boos zijn? Ik heb geen idee. De meest voor de hand liggende verklaring is dat die mensen stapelgek zijn. Niemand, en zeker niet in Nederland, heeft reden de hele dag boos te zijn. Je kunt wel eens ergens boos om zijn. Of op een individueel iemand. Of een instelling die iets heeft aangedaan. Of voor mij part de Belastingdienst of de politie. Maar niemand hoeft hier in Lui Lekkerland de godganse dag boos te zijn. Ik denk dan ook dat voor dat soort mensen boos zijn een lifestyle is. Een manier van leven. Een filosofie. Ze willen de hele dag boos zijn. Ze vinden het lekker om boos te zijn. Ze krijgen een harde lul van boos zijn. Ze zouden zich geen raad weten met hun leven als ze niets hadden om boos op te zijn. Als er iets leuks gebeurt, draaien ze zich om en slaan als een dolle op de vlucht. Stel je voor, je zou nog eens vrolijk worden. Als ze lekker hebben geneukt, maken ze gauw ruzie met hun meisje. Anders worden ze straks nog gelukkig. En wie denkt die hoer wel dat ze is, dat ze er een goed gevoel van binnengeeft? Sommige mensen zijn altijd kwaad. Dat geeft trouwens niks. Wat jammer is alleen, is dat er ook altijd mensen nodig zijn om kwaad op te zijn. Mensen die niks hebben misdaan, behalve die miesgassers voor de poten lopen. Mensen die het ook niet kunnen helpen dat ze toevallig het pad van een rabiate levenshater kruisen. Die worden afgezeken, uitgescholden, kapot gemaakt door van die nutteloze klerenleiers die zo nodig boos met de wereld moeten zijn en ons daar luidkeels van op de hoogte moeten brengen. Mensen vinden vaak dat ik wel wat vaker kwaad mag worden. Ik ben het daar niet mee eens. Ik wil nog veel minder vaak kwaad worden. Dus laat ik het hier verder bij. Ik wens alle boosdoeners veel zelfhaat toe. Dagboek van mijn liefdespanter. Zit je daar door me heen te... Mafkees? Ik ben aan het communiceren, jongen, met iemand heel anders dan met jou. Godsamme, op diverse dimensies tegelijk. Ik heb ook zo'n zin om zo'n alien eraan te schroeven. Ik heb gewoon zin om zo'n alien tegen de muur aan te zetten. Handjes tegen de muur en een alien kontje naar achteren. Ja, ja, je kunt nu bellen en ik met... Ik heb het weer, inderdaad, weer met seks. Ik kan er ook niks aan doen. Ja. Het is mijn mannelijkheid. Het zijn hormonen. En dan zie ik zo'n alien vrouw, dan denk ik, godverdomme, laat ik het doen ook. Ja, ze ziet mij weer als een leuke broer. Ondertussen zijn... Wat een geleuter. Zal ik het maar voorlezen anders? Wat een geleuter. Nou, lijkt me niet. Okay, de Socialistische Partij is virtueel de grootste partij van het land. Met 32 zetels heb je dus mogelijkheid dat die olijke koekenbakker van Emiel Roemer straks onze premier is. En dat, lieve mensen, is een ramp voor iedereen die geen uitkeringstrekker, bejaarde of ander niet werkend tuig is. Dus tot 12 september is er maar één ding die je door de straten moet roepen.
SP is een gevaar voor het land. Zo is het maar net nog. Bel. Gratis 0800-121. Ja. En geef je mening over de stelling. De SP is een gevaar voor het land. Ja. En Jan, pak een beet, zei tante Gretje. Zal ik beginnen met zeggen dat alle lijnen bezet zijn, maar blijven het proberen. En nee, we hebben dan een telefoon. Goedenacht. De Groot. Goedenacht. Jappie, ouwe Pokkie. Ben jij trouwens out of space of niet? Ta? Ja. Bij mij weten niet. Nou, jij hebt ook volgens mij maar één dimensie, jij denk ik. Nee, niet waar. Ja, je hebt twee keer drie. Maar vertel eens, wat vind je van de stelling? We krijgen net van Ed Mark Koopman op Twitter binnen dat dit een kutprogramma is. Ja, ja, ja. Dat, dan moet hij lekker iets anders gaan luisteren. Jasper, luister eens eventjes. Wat vind je van de stelling? De SP is een gevaar voor dit land. Je kunt trouwens nog bellen met 0800-121. Terwijl wij wachten op Jasper de Groot. Die gaat nou, 100%. Ja, ja, ik ga je 0800-121, als je je mening wil geven over de stelling van vanavond. De SP is een gevaar over het land. Jasper, wat vind je ervan? 100% eens, maar ik wil vooral even Martin en Jong corrigeren. 0800. Maar jij bent ook van de JOVD, toch? Ja. En je gaat je oude baas nu corrigeren? De jonge libertaire werd Nou, kom maar op dan. Nou, ik doe maar. Ja, die beweert dat de VVD de enige partij is die een beetje in de buurt van het liberalisme komt. Maar dat is onzin. Nee, nou, vertel eens even, oude Helmholtz tijger. Nou ja, de libertarische partij is echt een liberale partij. De libertarische partij. Moeten we ook nog een keer doen voor belastingverlaging en echte kleine overheid? Nou, je hebt gelijk ook. Hé, hey, Jaapie. Dank je wel. Heb je afgelopen tijd nog een wijf te pakken gehad? Nee. Maar wordt tijd wel, jongen. Wat een geleuter. Gerrit! Ja? Ja. Kom maar weer, Gerrit. We zijn klaar. Zeg het maar, hoor. Wat vind je ervan vanavond van de stelling... de SP is een gevaar voor het land? 0800-121, als je er ook wat van vindt. En Gerrit vindt dat er ook wat van. Dat is een prima partij. Is een prima partij? Leg uit. Dit is een leuk, ja, een tegengesteld geluid. Minder bij jullie, hè? Wat zeg je nou? De rechtse praat van jullie. Ja, we zijn heel rechts, hoor. Daar heb je helemaal gelijk in, hoor. Maar, en ik wil je ook vragen om wat fatsoenlijker voortaan gewoon een radioprogramma te maken. Ja, fatsoenlijk, hè. En het mooie is dat je nu zegt dat wij fatsoenlijk moeten zijn, maar dat je dan nu begint met schelden en bedreigen. Dat is wat ik schel. Schelden en bedreigen. Nou ja, dat zou ik wel willen doen, maar ja, ik ga niet naar jouw niveau toe, hè. Nee, je hebt gelijk ook, jongen. Hé, hey, maar wat voor fatsoenlijk... Ja, precies. Wat voor een fatsoenlijk programma zou je willen, Gerrit? Nou, dat Radio 1 weer fatsoenlijk wordt. Ja, precies. Want... Niet van die schreeuwleiders. Nee, ja, je hebt gelijk ook. Ik ben wel klaar met luisteren naar Gerrit eigenlijk. Dan moet ik een ander programma luisteren, maar Radio 1 is iedereen. Ja, voor iedereen. En niet voor die schreeuwleiders, ordinaire gebral. Ja, je hebt gelijk, dus het is voor iedereen, ja, ik heb behalve zeker gelijk. Voor schreeuwlelijken met ordinair gebral. Ga lekker die po-nieuws naar de beurzen toe en zo. Ja. Lekker leuk, jolig. Ja, maar van jou Radio 1 moeten we afblijven. Maar dat nou, is van Gerrit. Een beetje niveau graag. Want maar Gerrit, dat kan van jou niet verwachten, denk ik, hè. Want Gerrit heeft hoog niveau. Hé, hey joh, nou, het is bijna tijd om te beginnen met je krantenwijken, Gerrit. Dat zie je. Wat een geleuter. Nou, Bauke Bosch, heb jij ook nog wat leuks te vertellen? Jij ook nog kwaad op ons, Bauke? Jongen, ja, meteen op zijn mythe, want we zijn helemaal klaar. Wat? Ik ben naar Parijs geweest. Oh, dat is leuk. Ben je naar Parijs geweest? En wat was daar? Ja. Was dat hem? Je bent naar Parijs? Nee, dat was hem niet. Nou, vertel dan wat meer nog. Ik vind het leuk dat die Rotterdamse bedreiger weer terug is. Zeg. Dit is een andere volgens mij, deze kennen we nog niet. Het is een nieuwe bedreiger. Ja, toch? Nou, volgens mij was dit de Rotterdamse bedreiger. Dat is de Jan Roos, als je in Rotterdam komt, slaak je tanden uit je bek typen. Deze man. En die is zeg maar heel erg voor fatsoen, maar hij wil altijd met tanden. Nou, vanavond heb ik ook wel behoefte om mijn tanden uit je bek te slaan. Waarom dan? Nou, dat komt zo, maar lijkt me ook wel leuk. Nee, Bauke Bosch, luister eens even, vriend. Zou jij mijn tanden ook uit mijn bek willen slaan? Nee, hoor. Bauke is heel relaxed. We zijn in Parijs geweest net. Waarom zou je ook trouwens? Kan je nog iets van de stelling vinden of niet? Bauke? Ja. Vertel eens, wat vind je ervan? Ja, nou, ik ben niet zo van... Wat een geleuter. Niels! Ja, goedenavond, Janne. Ja. Zit je nu ook zo met je hoofd bij vandaag? Een andere planeet of zo, of weet ik veel wat. Ja, leuk, hè? Ja, maar ik hoop al gehoord dat Jan dat de tanden weer uit de bek geslagen worden. Ja, dus als jij nog een leuk bedreigingje van mij hebt, ben ik ook heel gelukkig. Want anders ben ik... Ja, wil je ook een bedreiging hebben? Ja, vind ik meestal wel gezegd. Ja, ik weet het. Word je het zelf als Jan of word je gewoon... Nee, mijn tanden worden aan mijn bek geslagen, maar met Jan moet je iets met je bril doen. Dat vind ik wel leuk. Ja, het neuszak erover slaan. Wat? Neuszak erover slaan. Oh, dankjewel, Niels. Ja. Wat een geleuter. Hey, Joop! Hallo, ik heb de naam spbank.nl. Ja, nou in. En de SP, die zit nogal te hamer op die banken. Oh, dat maar is slim. Maar ze durven zelf geen bank op te starten. Dat is slim. Jij gaat een socialistische bank oprichten. Joop, nee, maar dit wacht is even. Leuk. Joop, moet je niet eerst even goeienacht, we houden nou even, beste Jannes. Laat hem nou even. Met, nee, vind... Goeienacht, Joop. Hé, hey, Joopie. Wat een geleuter.
Peter! Peter! Hallo? Peter, ben je daar? Jan is heel enthousiast. Peter! Ja. Ja. Hey, hallo, ik wil jullie complimenten maken, want jullie hebben het beste programma. En die gasten die wat liggen te bedreigen, dat zijn gewoon moslims. Het zijn babyboomers die niks te doen hebben. Nee, dit was geen moslim, hoor. En is het niet enig? Is een van de Rotterdammer die zegt dat hij met tanden weglaat. Maar jullie zijn de beste. Dat vind ik leuk, Peter. Peter, ja, dat was een moslim. Ik rook het. Laatst heb ik een complimentje, man. Als je nou gewoon eens blij bent. Ben jij de Peter van Twitter? Ben jij de Peter van Twitter toevallig? Nee, maar ik heb het net gelezen. Ik heb het net gelezen, maar die man heeft helemaal gelijk die dat twittert. Oh, oké. Ed Ridderhoek. Maar jullie zijn de beste gasten. De hele NOS, dat is allemaal niks voor mij. Maar jullie zijn de beste gasten. Zeg het nog één keer dan. Nou, één keer. En al mijn collega's hier. Nee, mijn collega's. We zijn hartstikke wakker door jullie. We staan hartstikke achter jullie. Hartstikke goed. Hoppakee. Nou, zitten we dan. Nou, ik ben dit zo vlak voor de vakantie. Zo Peter en zijn collega's. Dat zijn toch leuke jongens. Daar doe je het voor. Volgende week echt Jan terug. Behalve met Jan Heemskerk. Die gaat op vakantie. Maar onze grote vriend Leo Driessen. Die neemt het over. Ben ik weer volgende terug. Week gaan we knallen met die ballen. Mazzel. En slaap lekker. En de mazzel. Doei, bye, hi. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Hypocriet als de tyfus, namelijk dat je nu roept A en in je verkiezingsprogramma dan schrijf je B. Ja, maar lieve jongen, dat is toch het hele idee van die coalitiepolitiek in Nederland? Nou, lieve jongen, luister, ik heb niet met je geknikkerd, mafketel. Is dat zo? Ik heb er niet meer te geknikken, toch?